Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat je luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter, Yoshi en Lucas. Yes. En mijn naam is Johan. Ja, hartstikke idee. En als het goed is hebben we geluid. Ja, dat was even hiervoor even een kleine storing. Dat komt omdat ik weer met de settings zat lopen klooien, maar goed. Shit happens, hè. Ja, we hebben een hele hoop nieuws. Er is ook heel veel vanuit de Telegram. Wegwezen jullie, wegwezen jullie. Kijk, hoppa. er is heel veel binnengekomen via de Telegram-groep. Ik wil trouwens iedereen vriendelijk. Volgens mij kun je nu ook via YouTube en Facebook reageren. Ik zie die meldingen, krijg ik wel binnen, maar ik zit er niet altijd op te kijken. Als het goed is, hebben we een chatmeep en dat is Yoshi, als ik het goed heb begrepen. Ik kijk weer live mee, Johan. Ja. En die zit op Twitch, dus als je echt erbij wil zijn en meteen een respons wil hebben, dan kun je het best in de Twitch-chat gaan reageren. En dan, dan weet je zeker dat je meteen bingo hebt. Ik zal af en toe een beetje op het scherm kijken en dan zie ik ook wel de andere meldingen binnenkomen. Onze Telegram groep kun je sowieso de hele week door kun je met ons communiceren. Dat is dus ook gedaan en er zijn ook wat berichten binnengekomen en die gaan we dan ook behandelen. Op verzoek van onze luisteraar. En er is heel veel gebeurd. Luisteraar. De luisteraar. Ja. Goed, ja. En we gaan eerst sowieso beginnen met ons vaste blokje goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Laten we beginnen met olie en goud. Laten we daar voor de verandering mee beginnen. Goud staat op $1,927, dus het is weer boven de 1900. Zie je even een zilver 25,16, ook weer wat omhoog. Vooral de dollar is vrij zwak, naar 1,1858. En wat hebben we nog meer? De goud, olie, hè? Olie. Hadden we nog niet gehad ook. Olie was vandaag ook weer omhoog. En 40 was omlaag zelfs. Nou weer. Het gaat omhoog omlaag. $40 per vat. Oké. Okay. Ja. En Bitcoin heeft heel veel gedaan. Ik denk dat Yoshi daar alles over kan vertellen. Want, heel veel. Het was toch wel erg eenzijdig. 11,5% deze week in de plus. Met vandaag het nieuws dat PayPal Bitcoin gaat integreren. Wat volgens mij de reden is dat die door zijn weerstand is gebroken. Vandaag de weerstand ligt net boven de 12.000. En we zitten, we waren even op weg naar de 13.000. Maar we zijn toch weer een beetje afgezwakt net. Dus het is zich eigenlijk nu aan het ontwikkelen. Maar we staan op 12.000. Ik zeg het nu in dollars. Jij wilt dat in euro's weten. De europrijs €10.700 per bitcoin. En in euro's is de stijging 10,1%. Dus dat begint er een beetje op te lijken. Hè? 10% in de week, dat is wel leuk. Mm-hmm. Uh-huh. Lange tijd. Wat ik me afvraag, PayPal, bitcoin was eigenlijk een soort... Met Bitcoin had je eigenlijk geen PayPal meer nodig. Maar, ik ben er zelf absoluut niet enthousiast over. Want ik heb gelezen dat je Bitcoins kan kopen, verkopen en betalingen kan accepteren. Maar ik heb nergens gelezen dat je Bitcoins ook kan opnemen. En dat maakt mij een beetje zorgen. Want ik denk daarmee dat er een partij gaat fractioneel bankieren met Bitcoins. PayPal mag al jouw posities settelen in cash. Dollars of euro's. En dus je kan dan in jouw PayPal-account zien dat jij een bitcoin hebt, maar die heb je dus eigenlijk niet echt, want die heeft PayPal voor jou. Dus maar waarschijnlijk kun je er een bitcoin naartoe sturen en die kun je wel verkopen en kan je met PayPal euro's iets kopen of zo.
Ja, nee, precies. Maar het, ik vind het juist leuk om die, als je echt crypto gebruikt, dan haal je je bitcoins eruit. En ja, er staat nergens dat je ze ook kan opnemen. Dus ik ben er toch een beetje, ja, huiverig wil ik niet zeggen. Maar je krijgt gewoon een dark pool binnen PayPal. Wordt het gewoon, ja, die hebben misschien op een gegeven moment wel 22 miljoen bitcoins uitstaan, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik heb het idee dat, ja, dat zou kunnen dat ze fractioneel gaan bankieren. Dat valt natuurlijk wel op als je inderdaad 22 miljoen bitcoins hebt, dat je dan denkt van, hey, hoe kan dat? Ja, maar dat weet niemand, want ja, dan moet je alle... Niet als klanten. Nee. Ze hebben niet een adres of zo waar het op zichtbaar is. Maar... Ik heb weer het idee dat ze een PayPal, eigenlijk werd altijd gezegd, ja, het is allemaal zwart geld en witwassen en drugs en terrorisme en zo. Dat zij met PayPal weer een partij willen introduceren waar bitcoins aan een identiteit gekoppeld worden. Dus als ze rondgaan, ze willen gewoon zo weinig mogelijk hops hebben in het bitcoin netwerk, zonder dat ze een KYC raken. Ja. Ik denk dat ze best wel enthousiast zijn om een heleboel KYC-punten te hebben met identiteiten eraan. En als ze daar langskomen, dan weten ze gewoon van oké, dat is bekend. Ik snap wat je zegt. Het is op zich, iedereen binnen PayPal heeft natuurlijk al die KYC, daarom kan het inderdaad makkelijker heen en weer. Het wordt als heel positief ervaren, dus ja, wie ben ik om elke keer maar negatief te zijn. Het zal in ieder geval mensen wat meer... laten zien dat Bitcoin bestaat. Er zijn nog steeds mensen die er niet voor op de hoogte zijn. Dus ja, nou ja, goed. Op lange termijn zal de Bitcoin toch wel stijgen of PayPal het nou wel of niet accepteert. Maar ik denk wel dat er een correlatie is tussen het nieuws vandaag van PayPal accepteert Bitcoins en de stijging. Ja, dus, nee, dat zal wel. Maar ik denk dat het heleboel partijen maar... zitten erop te vlassen dat het geaccepteerd wordt door de bredere financiële gemeenschap en hedge funds en allerlei toestanden. En die zitten ook te smeken om regulering, zodat het geaccepteerd kan worden in de brede financiële gemeenschap. Terwijl ik denk van, ja, het gaat niet alleen om de prijs omhoog krijgen, doordat er een hele hoop hedge funds een miljarden in stoppen. Je wil eigenlijk iets bruikbaars hebben. Ja. Dat is zo. Maar hoe bruikbaar is het? Nou, het is nu absoluut eigenlijk niet. Of nou, het is beperkt bruikbaar, zou ik willen zeggen. Maar je wil eigenlijk een reddingsboot hebben voor als de Titanic zinkt. Omdat je weet dat hij tegen een ijsberg gaat varen. En als er allerlei regulering omheen zit en hedge fund aan vasthangen en zo. Dan is je reddingsboot niet veilig meer geworden, zeg maar. Dan zinkt je Titanic, maar dan zinkt je reddingsboot mee. Ja, ik snap wat je zegt. En wat dat betreft ben ik niet zo geïnteresseerd dat het nou de recordprijs bereikt. Want ja, je kan inderdaad morgen hebben dat er 26 hedge funds en centrale banken ingaan en die stappen er zoveel miljard in. Nou, en dan vliegt de koers naar een miljoen euro toe of zo van bitcoin. En ja, wat heb je dan? Dan heb je iets wat eigenlijk heel erg veel risico in zich heeft. Want die kunnen er ook allemaal zo weer uitstappen. En misschien zit er inderdaad allerlei fractional reserve shit onder. Dat er veel meer bitcoins zijn als je ze optelt dan er in werkelijkheid zijn. Ik denk dat er veel mensen gefocust zijn op van, nou, wil die prijs zo snel mogelijk naar record hebben. Ja, terwijl dat je inderdaad beter gewoon een stabiele, of een, nou ja, stabiel, een rustige. Ja, nou niet rustiger, maar een goede bodem onder je prijs hebt liggen, zeg maar. En dat is, ja, elke keer als die weer keer 20 gaat of keer zoveel omhoog schiet, dan weet je gewoon gegarandeerd dat die weer terug gaat vallen. En ja, om op dat moment dan in te gaan stappen, dat is inderdaad niet zo handig. En het mooie van, tenminste wat ik wel denk dat mogelijk gaat zijn, is dat mensen die dus een winkeltje runnen via PayPal, dat die kunnen gewoon zeggen van, nou, ik wil zoveel dollars ontvangen. En dan gaat PayPal voor hun ervoor zorgen dat die dollars er ook komen, weet je wel. Dus voor hun is dan het risico van een bitcoinbetaling volledig afgedekt. Er is geen valutarisico meer als je dat via PayPal afhandelt. Dus dat is wel een voordeel voor mensen die dan een winkeltje met dollars runnen. Dat is voor hun is het leuk. Wat ik eigenlijk belangrijker vind is dat er niet zozeer de prijs, maar dat er een hele infrastructuur is, een zeg maar een niet-KYC-achtige infrastructuur van winkels en zaken en dingen die dat allemaal accepteren.
dat het meer breder gedragen wordt. Dat mensen links en rechts elkaar met bitcoin kunnen betalen. En ook weten dat ze het weer kwijt kunnen voor als ze een ijskast willen kopen of zo. En dat betekent eigenlijk ben je voorbereid op dat de overheid die exchanges de stekker eruit trekt. Of het onmogelijk maakt om met die exchanges te werken. Want dan kan je er, dan is er al een circuit erbuiten dat het, dat draagvlak heeft. Om bitcoin en bitcoin betalingen te doen onderling. En dat heb je wel vaker gezien, ook met in fiat regimes, dat een centrale bank gewoon een heleboel bankbiljetten had geplucht. En op een gegeven moment zei ze, we gaan over op een nieuwe. En dan bleven mensen gewoon met die oude werken, terwijl die eens niet meer officieel was, maar... Ja, het is maar een afspraak. Als jij het accepteert en je denkt het weer kwijt te kunnen, dan is het ook oké. Maar ik vind het dat er te veel van die exchanges afhangt nou. En dat betekent dat als je in één keer alle exchange pluggen eruit trekt, dan is die hele cryptowereld overleden. En je moet wat meer hops, zeg maar, lateraal kunnen hebben van mens tot mens. Ja. Zonder een KYC tegen te komen. Denk. Ja. Tijd voor iets nieuws. Ja, bijvoorbeeld de marihuana-index. Ja. Een bruggetje voor niks, Johan. Je springt er al midden in, je hebt helemaal niet zitten luisteren. Alleen maar weer pluggen. Ja, ik moet even een oplader. Ja, ik wilde ook heel even nog een opmerking, Johan. Ik heb net getipt, maar jouw tip werkt of niet, of niet aan. En okay. Ik heb nog steeds mijn achtergrondje is nou niet zichtbaar. Hè? Ik wou al mooi mijn eigen memes aan het ontwikkelen en die kan niemand zien. Dus, Ja, goed, ik zal zo meteen even kijken. We gaan eerst even de marihuana-index doen. Die staat op, okay. Op 112,58. Hij is iets gestegen. Dan hebben we nog de staatsschuldmeter. De staatsschuldmeter staat op 384 miljard eurotjes in het rood. Afgerond. Hè. Ja. Ja, dan komen we bij de berichten. Even naar het volgende tabblad. Ja, we hebben een hele berg berichten gekregen van de luisteraars, onder andere. Ja, het zit ons maar weer aan het werk. Ja, en nou klik ik het weg. Oh, jongens. Even kijken, deze tabblad is het. Ja, chic idee. chic idee. Dus er is een hele hoop gebeurd. En. Ja, laten we beginnen eerst met, deze komt trouwens niet van een luisteraar, die komt van een van ons. Ik heb eerst nog twee andere berichtjes, daarna komen we naar de ingezonden berichtjes. Hier is een strengere controle, kijk hoor, oh ja, strengere controle screening douaniers. Ja, dus blijkt dat douaniers heel vaak corrupt zijn. Oh. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat is ook wel logisch, want je staat op een of ander verzonnen lijntje. En, ja, je hebt eigenlijk het recht om te stelen voor je baan al, van mensen die over het lijntje heen stappen, dan mag je gewoon eigendommen afnemen. 6 uur vasthouden. Ja, inderdaad. En nou staat het al, het leent... Ja, het ligt in de lijn der verwachtingen dat je dan denkt van, nou ja, als dat bij dit lijntje mag voor de overheid, waarom zou ik dan op dit lijntje niet voor mijzelf een eigen handeltje beginnen, zeg maar. dat is gewoon, en het soort mensen dat aantrekt, dat soort werk, is natuurlijk ook mensen die hele flexibele moraal hebben. En daar zitten ze dan mee. En Pieter Omtzigt die zegt dan, nou, we gaan een betere screening doen. Dus ja, daar krijg je waarschijnlijk weer zo'n onzinnig iets. Dat je een pledge moet doen aan het begin. Dat hebben ze bij die bankiers ook altijd. Dan moet je nou een pledge doen. Je moet een eed zweren dat je niet corrupt zal zijn. Of zo. En bij advocaat of notaris is dat geloof ik ook zo. En eigenlijk weet je al gelijk dat het mis is. Als je een eed moet zweren voordat je ergens aan begint aan een baan. Dan weet je al dat het niet van marktkrachten aan elkaar hangt, maar van een eet. En dat, die eet is er alleen omdat het in het verleden heel vaak misgegaan is. Maar ja, er komt nou... In het artikel, de afgelopen jaren werden zeker 4 douaniers opgepakt wegens corruptie. En dan is de kop van het artikel, wat stond er nou?
Na plaag van corruptieschandalen. Nou, als ik lees plaag van corruptieschandalen, dan denk ik toch wel dat het toch minimaal dagelijks raak is met, weet ik het wat. Ja, ik zal de kinderhandel deze kracht. Dat is ook wel zo, denk ik. Maar ik denk dat er gewoon heel, heel zelden wordt overgegaan tot vervolgingen. Of er wordt zelden over bericht. En het gebeurt gewoon vaker dan we denken. Om in het nieuws goed. Dat kan ook nog. Ja, dan moet natuurlijk het idee blijven houden dat deze mensen onkreukbaar zijn en alleen maar stelen in naam de wet. En, dat past natuurlijk niet bij dat ze dan heel erg corrupt zijn. Maar ik weet bijvoorbeeld dat de hele tijd geleden, ik weet niet of dat schandaal nog een keer van de papegaaien. Ik vond dat een van de mooiste schandalen die er was. Dat er ook zo'n douanier die nam dan papegaaien in beslag. Dat waren mensen die kwamen, die hadden zich gewoon realiseerd dat er een marktprijsverschil was van een bepaalde papegaai in Suriname en in Nederland. En dat betekende dat er een arbitragemogelijkheid was. Je kon een papegaai in Suriname kopen en in Nederland verkopen en dan maakte je winst. Maar die papegaai die was dan beschermd verklaard in Nederland, dus dat mocht niet. Dus wat er dan gebeurde bij de douane, werden die papegaai in beslag genomen. Maar dan stond daar zo'n pipo met een hele kooi waardevolle papegaaien. En die dacht dan van ja, zonde om. En daar hadden ze voor bedacht dat hij dan naar een papegaaienopvangcentrum moest. En dat, dus de Nederlandse belastingbetaler die had in Nederland ergens 3 papegaaienopvangcentra werden daar gezet. Maar ja, in die papegaaienopvangcentra zaten natuurlijk ook mensen die dachten, arbitrage. Hey, dure papegaai. Hey, hoge marktprijs. Weet je wat? Ik verkoop die papegaai. Dus die papegaai die ging allemaal heel vaak dood. Ging die echt ontzettend lage levensverwachting in die papegaaienopvangcentra. Dus kwam een vraag en zei, ja, ze allemaal lijkt te bekennen. Ik weet ook niet wat het is. We gaan nu bij bosjes dood hier. En daar staat mijn nieuwe Jaguar. En wat er toen gebeurd was, zeiden van de hogere laag binnen de overheid, zeiden van, ja, we willen papegaaien lijken zien. En toen dachten die lui, shit, dan zijn we erbij. Joh, dan moeten we papegaaien lijken gaan inkopen. Dus die gingen. Je ging het dan geld bieden voor dode papegaaien. Dan gingen mensen een papegaai invriezen. En dan kon je die verkopen aan deze figuren. En als er dan een controller kwam, dan hadden ze, kijk maar, hier liggen al die dode papegaaien. Alleen bij de overheid dat er geld betaald wordt voor dode papegaaien. Dat krijg je niet anders voor elkaar. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat overigens, wat veel mensen misschien niet weten, maar wat hier wel ook in het artikel gemeld wordt, zijn natuurlijk ook een hoop douaniers aan de Rotterdamse haven. Dus dat is ook, veel mensen denken dan alleen aan het vliegtuig of aan de grens, maar de haven in Rotterdam is ook een plek waar veel douaniers werken. Ja, en er komt nog wel eens een schandaaltje vandaan, hè? Met drugs en zo. En dan gaat het ook gelijk met containers vol natuurlijk. Ja. Ja, goed. Ja, en wat je ook nog wel eens hoort. Deze man die had nog niet van Bitcoin gehoord, denk ik. Dat hebben ze ook ergens bij de douane aangetroffen. Een man die had allemaal goud in zijn reet. Nou ja, je moet toch wat? Ik kan het proberen in ieder geval. Ja, ik moest een beetje twijfelen aan het plaatje. De gans met de gouden eieren, maar dan een beetje anders. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat iemand. Want dat lijkt me toch, want er stond ook een plaatje, op dat plaatje kon je ook het gewicht aflezen, geloof ik. Nee, niet op dit plaatje. Ja. 2 pounds. Dat is 1 kilo. Ja. Dat is ongeveer 50.000 euro vandaag de dag. Maar wat je hier op het plaatje ziet, dat is meer dan 1 kilo, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Ik weet niet hoe groot dat deze schaal is, maar dat is zeker meer dan 1 kilo. Ja, ik zie dat ook niet. 1 kilo zijn dit. Nee, dit is zeker wel. Nou ja, trouwens, het is ook weer niet zo heel dik, hè? Dus. Ja. Nou ja, je vraagt je af goud. Tot in hoeverre ze daar moeilijk over doen. Want dit is dan zuiver goud. Stel nou dat je goud gewoon mixt met een hele hoop. Ik dacht dat je tot een half kilo mag je gewoon belastingvrij over de grens doorvoeren, altijd. Maar. Maar als je nou. Als je nou. Je goud mengt met, weet ik veel, nikkel of zo. Ja, er zijn gewoon heel veel Afrikanen die geen bankrekening hebben. Die lopen met kilo's goud om hun nek. Maar dat is toch weer anders. Ja, maar je mag het wel om je nek hangen. Maar je niet in je reet stoppen. Dat is een beetje het probleem. Kijk, als hij inderdaad dit had verwerkt in een ketting en die had hij om zijn nek hangen, dan denk ik dat er een stuk minder problemen zouden zijn. Persoonlijk sieraad.
Ja, dan leg jij hem op het plaatje en dan zeg je, heeft u het aangegeven? Nou ja, hier heb ik alles, allemaal metalen leg ik hier op een, door de röntgen te gaan. En dan, ja, als je het in je kont gaat lopen verstoppen, dan, ja, dan geef je eigenlijk aan van, er klopt iets niet met mijn goud. Terwijl als jij gewoon zelfverzekerd langs die douane loopt, een kilo gouden ketting, ja, nou ja. Zo groot is die kilo ook weer niet, weet je wel. Ik bedoel, het zal best een dikke ketting wezen, maar... Er zijn zelfs kettingen waar je gewoon kleine stukjes van af kan breken. Hè? Dus die kan je gewoon echt als betaalmiddel gebruiken. Een stukje, als je, en wat goud nodig hebt, dan daar haal je er één schakel tussenuit. En dan, dan kun je weer een maand leven. Ja, maar ja, wat ik me afvroeg is, van hoe zuiver moet het goud zijn? Niet hoeveel gewicht, maar hoe zuiver? Want als jij het gewoon mengt met een hoop ander metaal... Dan gaan ze dan kijken, dan zeggen we, ja, maar dit is helemaal geen goud. Als je zoiets in je aars hebt zitten, dan gaan ze... Nee, maar dan moet je het ophouden met in je aars stoppen, want dan wordt het, de volume wordt groter. Ja, ik weet alleen dat als je dus over de grens gaat, binnen Europa sowieso, of, dan is het een halve kilo, 24 karaats. En ja, dat betekent dus dat je een hele kilo, 12 karaats mag, weet je wel, want dat is gewoon, het gaat om dat pure goud. Ja, maar dan ga je het heel erg verdunnen. Dan wordt het op een gegeven moment heel moeilijk om nog te zeggen dat het is goud. Ja. Moet je het alleen weer terugsmelten aan het eind. Ja, ja, nou, ik weet niet hoe ze dat precies doen. Maar ik denk dat het... twee pond is dus gewoon 1 kilo. Ik snap niet dat er iemand voor 1 kilo dat risico gaat nemen en het op die manier naar binnen probeert te smokkelen. Volgens mij kun je daar gewoon inderdaad met een ketting kun je er heel makkelijk gewoon doorheen lopen. Je moet alleen een bonnetje hebben dat je die ketting hebt gekocht. Maar ja, dat is niet zo moeilijk, toch? Ik bedoel, je verzint gewoon een bonnetje. En that's it. Ja, ik weet niet of dat makkelijk is. Er staat al een telefoonnummer op of zo. Dan gaan ze bellen. Klopt dat? Ja, maar ja, kijk, als jij in India, dus een man uit India, als je 100 euro aan een of andere loesje goudhandelaar geeft, dan geeft hij jou wel een bonnetje, hoor. En dan wil hij ook nog wel verklaren dat het echt is. Ja, dat, maar ja, goed. 1 kilo goud is ongeveer 50.000 euro, ongeveer, denk ik. Net gehoord. Dus ja, voor 50.000 euro, wat ben je nou mee bezig? Denk ik dan bij mezelf. Doe dan gewoon 10 kilo goud. Maar ja, dat loopt zo lastig natuurlijk. En dit is echt een soort reclame voor Bitcoin. Hè? Maar dit geeft ook wel aan, wat ik al, ja, heb ik al eens vaker gezegd. Van het hele idee van goud was vroeger... Van, ja, wat heb je ook weer over de Sound of Music verhaal. Van je bent een Joods gezin in Duitsland en je verkoopt al je bezittingen, comprimeert het tot een stuk goud. En dan ren je over de Alpen naar Zwitserland en dan begin je overnieuw. En zo ontvlucht je de nazi's. Maar dat hele verhaal, dat gaat eigenlijk niet meer op met goud nou. Hè? Want je kan inderdaad al je bezit verkopen en je kan de goud verkopen. Maar ik hoorde laatst zelfs. Peter Schiff was dat, geloof ik, ja, die hoorde, of Doug Casey, een van die twee, hoorde zich van, nou ja, als je nou goud naar in Singapore wil opslaan of zo, dan moet je niet goud kopen en naar Singapore reizen en het daar in een deposit, want dan krijg je allemaal gezeik bij de grens. Nee, wat je moet doen is, je moet het hier verkopen, het geld overmaken, dan daar weer geld opnemen en opnieuw goud kopen en dan in de kuisje stoppen. Ja, maar dan geef je eigenlijk al toe dat het helemaal niet meer transportable is, het goud. Hè? Nee, inderdaad. Ja, er is zoveel controle te vertegenwoordigen. Het is zo moeilijk om nog maar iets te bezitten, weet je wel. Dat is echt absurd. Dus ja, maar je weet, het ziet er wel massief uit in ieder geval, hoor, deze tafel. Ik zou toch een hoop gedoe vinden om zo in het vliegtuig te gaan zitten. Het ziekenhuis. Ja, dan kom je wel in het ziekenhuis. Ja. En daar moet je ook vaak voor geoefend hebben. Die goudstaven achter ze zitten. Ja. Maar dit is inderdaad meer dan... Want op zich is 1 kilo is maar een klein blokje. Ik heb alleen kilo munten van zilver gehad. En dat is nog wel een stuk lichter dan goud. Maar die zijn ongeveer zo'n diameter. Ik weet niet of het goed te zien is. Maar... Ja. Dus ja, ik zou het er wel bij kunnen zoeken hoeveel het precies is in volume. Maar... Zo'n klompje 1 kilo goud. Ja, ik denk het ook. Valt wel mee. Niet dus van die enorme lange staven. We zijn wat dunner, maar volgens mij is dit veel meer. Ja, denk het ook. Als ik het zo zie, dan is het plaatje bij dit artikel dus inderdaad...
Nou, ik weet niet hoeveel het wel is, maar meer dan 1 kilo. Ik denk dat ik hier 3,5 kilo zie. Misschien nog wel veel meer, omdat ik helemaal naast zit. Je kan het moeilijk zien hoe dik het is, hè? Dus dat is wel belangrijk natuurlijk. Nou, goed. Maar goed, ja, we hebben nog meer artikelen en dit werd ons toegezonden vandaag nog. Het kanaal van Lange Frans is van YouTube gehaald. Maar ja, dit heeft natuurlijk nog een voorgeschiedenis. Het begon allemaal met Arjan Luach. Die had afgelopen zondag een aflevering van Zondag met Lubach, geloof ik heet dat. Waarin die complotgekkies, laten we even zo zeggen, in de zeik nam. Wie van jullie heeft het gezien? Ja, ik heb het het spijt me. Het was mij nagestuurd. Maar Nou, ik heb het ook niet helemaal gezien. Ik begon op een gegeven moment wel af te haken. Wel, het is een beetje zo'n grachtengordelfiguur uiteindelijk weer. Die met de mainstream media meeloopt. En dan gaat hij zeggen wat het verhaal daar eigenlijk over was. Ik vind Café Weltschmerz had er wel een mooie column over. Over dit voorval. Want hij zei eigenlijk van ja, er is veel te veel haat in de samenleving en tweestrijd. En dat komt omdat niet alle neuzen meer dezelfde kant op staan. En niet alle neuzen staan dezelfde kant op. Omdat er niet meer één punt is waar je de waarheid haalt. En dan krijg je allemaal mensen die allemaal hun eigen waarheid, hun eigen realiteit bij elkaar gaan zitten vissen op YouTube. En dan had hij een voorbeeldje gehaald van nou, ik heb een nieuwe YouTube-account ga ik maken. En klik ik eerste keer op, want dan klikt hij er ook weer op. PCR-test werkt niet. En dat was dus al verdacht volgens hem. Terwijl, nou ja, dan kan je gewoon de hele berg medici... Het staat gewoon op de doos, hè, ook. Dat de PCR-test niet bedoeld is om een diagnose mee te stellen. Ja, de uitvinder heeft het gezegd. En je kan een heleboel heel hoog gekwalificeerde mensen... kan je daarover horen wat die PCR-test nou precies doet. En dat hij geen echt virus meet, maar stukjes virus. En dat je een versterkingsfactor in kan stellen. En dat je, als je die boven de 30 doet, dat ding dan eigenlijk... achter als een gek positieve mensen opgeven. Dat in Nederland 45 en soms zelfs 50 gedaan wordt. Dus ja, dat kan je allemaal zo boven water halen. Maar toen zei hij, dan denken mensen dat ze wat weten, want dan had hij daarop geklikt. En dan kwam hij daarna op Jensen terecht, geloof ik. En de volgende was 9-11. En toen was het Lange Frans. Dus binnen 3 kliks zit ik gewoon op... En die algoritmes, die doen dat allemaal. Die algoritmes van die private partijen en die... Bedrijven die sturen je zo een fuik in van fake news en conspiracy, complot, sorry, en aliehoedjes. Ja. En hij zei, ja, en dan zeggen mensen, ja, ik heb het op YouTube gevonden. Sorry, ja, ik pratende honden bestaan ook niet. Oh, even op YouTube kijken. Haha, een pratende hond. Zijn argument was eigenlijk, omdat je een pratende hond op YouTube kan vinden, is alles wat op YouTube staat onzin. En dat verbaast me toch wel hij eindigde er dus mee dat alle mensen neuzen moesten eigenlijk weer een kant op. En vandaag wordt Lange Frans gelijk ervan afgegooid van YouTube. Hij wordt gelijk gehoor aangegeven, zodat alle neuzen en alle laarzen weer dezelfde kant op marcheren. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Maakt niet uit of ze de goede kant staan, als ze de foute kant op staan, als ze maar allemaal één kant op staan. Ik wil altijd voor de mensen die dus spreken over samenzweringstheorieën, wil ik altijd even herinneren dat ze geloven in grenzen en een koning. Want als we nou over samenzwering hebben, waarom kijken we met z'n allen naar een vlag en weet je wel, dus de samenzwering is er gewoon, punt. En of dat je dat nou wil erkennen of niet, dat ja, is net in hoeverre jij erdoor gevangen bent. En ja, dat schijnt allemaal heel erg raar te zijn als je zulke gedachten erop nahoudt. Maar ik denk echt dat die Nederlanders, jongen, die zitten nog zo met hun kop in die televisiekast. En als ze daar eenmaal een keer uitkomen, want dit is alleen maar voor de mensen die naar televisie kijken. Want Arjen Lubach, joh, waar doe je je tijd aan, weet je wel. Maar die heeft kennelijk een mening die dus heel Nederland inderdaad allemaal met de neus naar Arjen Lubach moet kijken. Nou ja. Ja, die zit dan ook bij de VPRO, hè, wat toch een beetje een soort rebelse zender is. Terwijl het gewoon één grote grachtengordel club is die gemiddelde D66 worst. Het zijn ook hokjesduwers bij VPRO. Dat Arjen Lubach zijn eigen mening verkondigt, dat is ook...
Bij ons thuis is de Arjen Lubach van zondag is de discussie op maandag aan de eettafel bij ons. Lucas tegen de kinderen, zeg maar. Ja, ja. Nou, hij kan best wel eens wat leuk zeggen, hoor. Dat wil ik niet ontkennen. Maar je zou toch verwachten dat een komiek moet ook iets moedigs hebben. En niet alleen maar gewoon naar die minister naar de mond praten, zo ongeveer. Het is... En ik vind het ook deze heel, Arjen heel raar in ieder geval wel. Ik vind het raar dat mensen niet in staat zijn om zelf te bepalen of iets waar is. Hè? Dus de epistemologie is vaak bij de meeste mensen alleen maar van welke bron heb jij het? En om te bepalen of iets waar is of niet, moet ik weten van welke bron het komt. En ja, ik heb dat nooit begrepen. Want eigenlijk, voor mij maakt de bron niet zo heel veel uit. Hè? Want ik heb als voorbeeldje gehad bij een vriendin, een zoontje die wat dan voorbereid van, nou, we gaan naar Nederland toe. En hij heeft dan een beetje hekel aan tegen de heuvel op fietsen. En dan had ik gezegd van ja, in Nederland gaan alle heuvels bergafwaarts. En dan kan je Nederland aanprijzen. Oh, dat is mooi dat in Nederland alle heuvels bergafwaarts gaan. Dan kan je bij die opmerking kan je zeggen van, moet jij in Nederland geweest zijn om die waarheid van die stelling te kunnen beoordelen, dat in Nederland alle heuvels altijd bergafwaarts gaan. Hè? En je hoeft niet in Nederland geweest te zijn, je hoeft de bron van de spreker ook niet te kennen. Je kan gewoon uit de logica van dat geheel kan je opmaken van ja, maar wat dan als je teruggaat? Zeg maar, ga je dan ook bergafwaarts? Als je heen bergafwaarts gaat, ga je dan terug ook bergafwaarts? Dat kan toch niet allebei bergafwaarts? En ik denk dat heel erg onmogelijk is voor veel mensen om gewoon zonder een bron te weten de waarheid van iets te kunnen of de onwaarheid van iets te kunnen bepalen. En daarom is het voor die Lubach zo heel erg van, je moet naar NOS kijken en naar de staatsomroep en dat is een goede bron van waarheid. En YouTube is een bron waarop je honden vindt die hallo blaffen. Dus daar kan je gewoon niks van vertrouwen. En de bron is het enige waar je op af kan. Je kan absoluut niet logisch zelf nadenken of 1 en 1 is 2 of besluiten van hey, hier zegt die persoon dit, maar hier zegt hij iets wat daar niet mee klopt. Of dat kan onmogelijk met elkaar kloppen. Dus die persoon die heeft ze niet allemaal op een rijtje zitten. En dat schijnt niet mogelijk te zijn. Je kan alleen maar kijken van wat voor kleurtje heeft het. Is het rood of blauw? Of is het, komt het uit het Biden-camp of uit het Trump-camp? Of is het Fox of CNN? En dat is het enige wat je hebt om te bepalen of iets waar is. Ja. Specifiek op het YouTube-account van Lange Frans. Sorry dat ik er een beetje in kap. Maar het mooie vond ik juist, ik heb al die filmpjes wel gevolgd, dat hij deed gewoon een interview met iemand. En meer was het niet. Weet je wel? Ja, er stonden natuurlijk ook liedjes op. En dat, maar ja, ik denk uiteindelijk gaat dit gewoon ervoor zorgen dat en een Facebook en een YouTube en een Google over een jaar of 10 gewoon weg zijn. Ja. Dit gaan mensen, weet je wel, net alsof Lange Frans nou geen video's meer kan uploaden, weet je wel. Die heeft gewoon een BitChute account en klaar. En je kan gewoon naar zijn filmpjes kijken. Het is alleen, ja, al die makke schaapjes die alleen maar YouTube kennen, ja, die denken nu dat Lange Frans geen video's meer kan maken of zo. Ik weet ook niet, maar... Ja, maar je ziet het al. Mensen die het willen zien, die vinden het toch wel. En je ziet het al, het is natuurlijk al veel vaker gebeurd. Want je had al vroeger, had je in Amerika bijvoorbeeld, dat je CNN, die had zo'n nieuwsmonopolie. En dan op een gegeven moment ontstaat er gewoon een vraag naar een ander soort nieuws. En toen kreeg je Fox erbij. En toen kreeg Fox heel veel kijkers. En CNN is eigenlijk alleen maar achteruit gegaan. En dat is nog steeds doorgegaan. Dus ze zijn alleen maar extremer geworden. En verder opgeschoven. En ze hebben alleen maar minder kijkers gekregen daardoor. Maar ze hebben niet gezegd van nou, we gaan het roer omgooien. Nee, alleen maar harder dezelfde kant op tot je de onderhang tegemoet gaat. En ik heb het idee dat de rest van de media, dat de reguliere mainstream, gaat dat ook krijgen. Die gaat het ten opzichte van de social media hebben die dat al gehad. En ik denk dat de klassieke social media dat ook weer gaan doen. Die worden allemaal, alles wat een central point of failure heeft, zeg maar, waar een regulator in zit, die op een knop kan zitten van dit niet en dit krijg je wel te zien. Die knop zal bediend worden door een Mongool uiteindelijk. Want er zijn Mongolen in deze wereld die doen alles om bij die knop te kopen. Dat is hun grootste levensdoel om bij de toegangsknop van de informatie te komen. Want als je die controleert, dan kan je mensen hun denkbeelden controleren en dan heb je ze helemaal in hun macht.
Maar wat er gebeurt is dat die mensen dan langzamerhand die media in de steek laten waar hij die knop van te pakken heeft, de censuurknop. En dan gaan ze weer naar ergens anders naartoe. En ja, dat zal nu ook weer gebeuren, denk je. Nou, uiteindelijk is het denk ik gewoon het falen van de media in zijn geheel, dat een kanaal van Lange Frans, die gewoon een rapper is, en helemaal geen verstand heeft van niks, want ik bedoel, ja, nou goed, ik wil er verder ook niet veel afvallen, het is hartstikke leuk wat hij doet, maar echt diepgang zit er ook weer niet in, weet je wel. En als de NOS, in plaats van dat ze iedere dag dezelfde Ab Oosterhuis met aandelen, kapitaal in allerlei bedrijven die er allemaal voordeel bij hebben van wat hij zegt, het laten horen. Als ze nou gewoon eens een keer een echte discussie zouden voeren, waarbij dus die PCR-test gewoon aan tafel van Jinek een keer onder vuur genomen mag worden, waarbij mensen zeggen, ja, als wij 45 omwentelingen maken, dan is heel die test is waardeloos en elke uitslag is waardeloos, dus waar zijn we eigenlijk mee bezig? Maar zolang dat niet toegestaan wordt op de normale media, hebben mensen behoefte om een alternatief geluid te horen. Mensen hebben ook wel in de gaten dat het dus één grote propagandatroep is op de televisie. Dus ja, dan krijg je dat. En wat dan ook zo is, dat bij dat hele ik doe niet meer mee verhaal. Ik hoorde laatst een arts en die had een hele groep artsen. Die waren dan helemaal goed voorbereid. En die zaten helemaal dik in de kennis van wat er mis was met die meetmethodes. En wat er aan de getallen niet klopte. En hoe je dat moet interpreteren. En ze zaten al, ze waren al heel, heel blij om uitgenodigd te worden in dat Jinek. En wie nodigt Jinek uiteindelijk uit aan het eind? Die Famke Louise, zo'n influencer, wat gewoon een jong meisje is die slecht onderleg is. En die gaan ze al helemaal de pan in hakken. En hij zei ook, dat is natuurlijk geen toeval. Want ze gaan daar ze gaan het niet opnemen tegen een panel van 5 artsen die weten waar ze het over hebben. Nee. Ze nodigen die influencer uit die ze makkelijk kunnen hebben. En die gaan ze dan een beetje beschamen. Ze noemen iedere dag dat Lange Frans en een Willem Engel een gevaar zijn voor de maatschappij. Maar eens een keer uitnodigen om hun verhaal te horen, dat zit er niet in, weet je wel. Nee. Nou ja, goed, fake news is fake news en that's it. En dan noemt het fake news, noemt die andere samenzweringsgekkies. Nou ja, polarisatie. Confirmdenkerij. Ik denk dat de enige manier is om eruit te komen, gewoon erboven te staan. En weet je wel, noem mij maar een conspiracy gekkie. Dat toont voor mij mijn morele gelijk in ieder geval aan. Als jij denkt dat nodig te hebben, een soort van gaslighting om je eigen realiteit in stand te houden, dan prima. Ik ben Joostje Lievo uit Lieberland. En weet je wel, laten we het een beetje gezellig doen met elkaar. Ja, ook het idee dat je dan een argument gemaakt hebt, blijf wel dat verwonderen. Dan zeg je iets met wat feit of zo. Dan zeggen ze zeggen niet van, dit feit klopt niet. En dat doen ze niet omdat ze bang zijn van, ja, als straks uitkomt dat het wel klopt, ja, dan ben ik de sjaak, want dan sta ik voor aap. Dus wat ze doen is geen enkel feit weerleggen, nergens specifiek over hebben, alleen maar zeggen ze, zo, was het aluminiumfolie weer op bij de supermarkt? En dan heb je niks gezegd. Je kan niet zeggen van, ik reageer dan altijd maar van, kun je even precies aangeven welk feit er niet klopt in mijn beweringen. Want ja, als ze daar inhoudelijk in discussie gaan zeggen, dit feit klopt niet, dan kan je gewoon gaan zeggen van, nou, hier en hier en hier en hier is bewijs dat dat wel klopt. Of het klopt niet, nou ja, dan ben je zelf fout, dan leer je er ook wat van. Maar dat doen ze nooit. Ze gaan nooit inhoudelijk in, ze zeggen alleen maar, aluhoedje, complotdenker. Ja, ja precies. En ze maken je belachelijk. En, ja, nou ja, goed. Ik zeg al in ieder geval aan of dat je dan daadwerkelijk gelijk hebt. Ik heb er nog steeds alle de volste vertrouwen in. Dat er op een dag gewoon algemeen bekend wordt dat in de afgelopen 50 jaar er ontzettend veel kinderen misbruikt zijn door mensen die een hoop geld hadden en klaar. En de mensen die dat nog steeds willen ontkennen vandaag mogen dat ontkennen. Maar volgens mij is dat waar de wereld om draait. En dat is waar iedereen mee of gechanteerd wordt of weet je, dat is gewoon. Ja, dat vind ik ook zo'n raar verhaal, dat zelfs na Jeffrey Epstein, zeg maar, dan hebben we een vent die de machtigste figuren in zijn kennissenkring had, die minderjarigen misbruikte en ook aan uitleende aan die machtige figuren daar videoopnames van maakte en ze ermee chanteerde. En dan komt hij in de gevangenis te zitten en hij pleegt zelfmoord terwijl de bewakers in slaap zijn gevallen en de camera's allemaal zijn uitgevallen. En dan als jij zegt van, hey, misschien zit er wel wat meer achter nog, dan zeggen ze, ja, complotdenker.
Ja. Moet je nou nog complotdenken daarover durven te zeggen? 90% van de mensen weet niet wie Jeffrey Epstein is. Hoor. En dat is ook gewoon het hele punt. Ze weten via die media gewoon de mensen weten, snappen hun eigen brein niet. En wij worden al zo lang gemanipuleerd in ons denken dat we niet eens meer in de gaten hebben dat we gemanipuleerd worden in ons denken. En dat is gewoon, ja, dat is kwalijk. Maar dat is de wereld van vandaag. Mensen die zijn gewoon helemaal gebrainwashed door de televisie. Ja, mensen zitten in hun eigen bubbeltje. En dat is wel verbazingwekkend. Want als je dan leest over dit nieuwe schandaal, ook van die laptop, er komen allemaal dingen uitzetten van, oké, de data in de e-mails die daar genoemd werden, die kwamen overeen met de records van de geheime dienst, van de security detail die hem begeleidde, zeg maar. Toen, en er zijn een aantal mensen in die e-mailthread die zeggen, ja, dat klopt, dat e-mailtje heb ik gehad. En aan de andere kant zeggen ze gewoon, van de Biden-kant, ja, dat is allemaal Russische desinformatie. En op Wikipedia komt groot te staan, ja, debunked Russian conspiracy theory. En dan denk ik wel eens, ja, het is wel apart. Volgens mij mensen die in één bubbel zitten, die geloven dat ook echt helemaal. Die hebben van 5 verschillende kanten gehoord dat het een debunked Russian conspiracy theory is. En dan, hups, oké, dat is het dan. Dus het is, en de mensen aan de andere kant, die geloven heilig dat het allemaal waar is. En ja, tot nu toe lijkt het me allemaal wel redelijk onderbouwd. Ook aangezien er een afschrift is van die laptop van inlevering is met de handtekening. En de advocaat van Hunter later heeft gebeld van, hey, ik wil hem terug hebben de avond voordat het de verhaal uitkwam. Dus ja, het is zijn laptop. Er staan foto's op die nog nooit van hem die nog nooit eerder getoond zijn. Die e-mail threads, daar zitten andere mensen op die bevestigen die e-mails. Dan klopt het hele agenda klopt met het moment dat hij daar aanwezig was. Dus ja, waarschijnlijk heeft hij daar gewoon. En in die e-mail staat al van, als je bij mijn zoon zoveel geld geeft, dan regel ik dat die aanklacht verdwijnt. Nee, de big man, hè? Dus dat moet nog even bewezen worden. Ja. 50% ja, de big man. Wat nu wel in twijfel wordt, wat dan gezegd wordt, is dat er geen headers in die e-mail zouden zitten. Wat zou een indicatie zou kunnen zijn dat die e-mail weer niet authentiek is en dus gefabriceerd is. En daar wordt het nu weer op gegooid. Dus het is gewoon een soort bitchfight, maar dan echt om heel veel pegels. Over 28 en een half uur kunnen we allemaal weer live inschakelen naar deze soap. Ja, maar daarvan vraag ik me af. Kijk, die Hunter Biden, dat was echt een crack addict. Die was echt, heeft ook een keer een huurauto ingeleverd en er lag per ongeluk nog een crackpijp in. En dat die figuur voor $50.000 per maand wordt aangenomen bij een olie- en gasfirma in de Kiev en dat daar niks anders achter zit, dat achtte ik daarvoor al onmogelijk. Ik bedoel, welk bedrijf gaat zo'n figuur nou aannemen voor wie hij zelf is? Dat moet wel zijn voor wat zijn vader kan doen. En dan zie je, en je ziet ook, dat staat ook een beeld, dat die vader gewoon heeft gezorgd dat hij, als je krijgt een miljard, krijg je niet als voordat mijn vliegtuig vertrekt, die vent niet weg is. En, en dan is die vent ook weg. Dus ja, dat past wel allemaal heel mooi in elkaar. Ik kan me niet voorstellen je weet eigenlijk al dat daar wat zit. Nee, ja, het is ook weer zoiets. Net alsof dat je, als je die positie hebt, dat je dat niet zou doen. Hetzelfde met al die huizen die Joe Biden dan bezit. Weet je wel? Als je zijn salaris optelt van zijn hele familie, dan komen ze nog niet aan een kwart van het geld wat je nodig hebt voor die huizen. Dus daar hebben we het dan over, jongens. Je weet het, al die politici die nadat ze vertrekken, dan kopen ze allemaal dikke huizen, Obama ook. En dat kan nooit van een salaris zijn. Dat is alleen maar vanwege verrekening, zeg maar. Het is een soort time preference van 4 jaar. Want ik maak 4 jaar wetten die jullie mij vragen. En daarna dan stap ik eruit en dan betalen jullie mij daarvoor terug. Of een Wouter Bos die ineens een baantje krijgt bij de, waar zit hij tegenwoordig? PricewaterhouseCoopers of zoiets. Ik zat bij KPMG. Hangt hij daar nog steeds rond? Ja, weet ik niet. Maar ik bedoel, dat zijn allemaal gewoon, ja, je doet als politici gewoon wat dat soort bedrijven vragen. En of dat ze je dan zwart op wit geven dat je die baan krijgt, dat zal wel niet. Maar ja, je bent gewoon, je wordt gewoon gecorrumpeerd. Als je de macht hebt voor 17 miljoen mensen om te beslissen wat zij met hun geld doen, ja, dan ga er maar gewoon vanuit dat al die mensen gewoon corrupt zijn tot en met. Maar we hadden het over, lange Frans. Arjen Lubach.
is ook wel een beetje de lange arm van D66, hè, die daarin zit. Hè? Dus, ja, ja, is ook naar buiten gekomen daarna, ja. Ja, kijk, ja. Ja, het was wel bekend, hoor. Maar, ja, maar dat heeft Jens weer naar boven gehaald. Dat de producer van Lubach, dat is dan de Irene nog wat. Daarna kwijt. Ollongren toch? Ze zijn getrouwd. Ja, die is getrouwd met die Ollongren, minister. Dus ja, dat is wel weer verdacht allemaal. Ja. Ja, maar natuurlijk is ze hartstikke objectief. Hè? Laten we daar even vanuit gaan. Ja, zeker. Hij verkondigt zijn eigen mening, hoor. Verder niks. Hij heeft zelf 100% invloed op de redactie. Hm. Ja, maar goed, ja. Wat kunnen we er verder nog over zeggen? Dus, volgende artikel. Ja, gaan we naar Bill Gates. Het werd ook opgestuurd door een luisteraar. Hoe zieker de mens, hoe rijker Bill Gates. Ja, ja, handel. Ja, het geldt ook voor de computers van de mens, of niet? Ja, ja. Hoe vierkanter de ogen, hoe rijker Bill Gates. Ja, maar goed, wel mooi dat iemand zoiets kan... in die positie kan zitten. Ja. Ja, Bill Gates heeft werd er ergens een keer over geïnterviewd bij een World Economic Forum of zoiets. Dat hij in zegt, ja, de returns op vaccins zijn werkelijk fenomenaal. Je krijgt er wel factor 1 op 50 voor terug of zo. Ik weet niet meer wat hij precies zei, maar je zag echt zijn oogjes glimmen van hoeveel geld je daar wel niet mee kon verdienen met die vaccins. En ja, ik vind dat altijd zo vreemd, hè? Dat je dan, ja, als je multimiljonair al bent, dat je dan per se nog meer wil verdienen. Ik kan me wel voorstellen dat je denkt van, nou, geld is een maatstaf voor hoe nuttig iets is. Dus als ik ergens een hogere return op haal, dan is daar kennelijk veel behoefte aan. Dus nou, dan moet ik daar mijn geld ook insteken. Dus als je enorm veel geld verdient met voedselverbouw of zo. Ja, dan stop jij al je geld in een voedselverbouwinvestering. Want kennelijk is daar de grootste nood van mensen. En dat is dan de reden dat je daar zoveel winst kan maken. Maar die vaccins, dat is natuurlijk die farmaceuten, dat is een enorm gefabriceerde vraag. Je gaat het gewoon verplicht stellen of semi-verplicht met een vaccinatiepaspoort of zo. En je gaat er enorm berg propaganda tegenaan gooien. Advertentiebudgetten van veel van die mainstream media's, die zijn voor miljarden aan geld in van die pharmaceuticals. Dus ja, je zit niet echt de wereld beter te maken door de rendementen zijn niet echt eigenlijk. Dus eigenlijk zit je ook niet goed te doen voor dat bedrag in de wereld, als je dat soms zou denken. Maar het geld komt wel binnen. Het geld komt wel binnen, ja. Maar dus heeft hij daar niks aan. Maar hij voor persoonlijke consumptie heeft hij niet meer geld nodig. Nee, maar dan kan hij wel weer voor God spelen. Ja. Nee, ik kan me de enige reden wat ik me kan voorstellen is dat, nou, als ik heel veel geld heb, dan wil ik dat toch weer zo productief mogelijk inzetten. Niet omdat ik daar nou zo nodig nog meer geld moet hebben, maar meer omdat dat de manier is waarop je de samenleving het beste bediend. Als er enorme behoefte is aan, weet ik veel, balpennen, een enorm tekort aan balpennen, ja, dan steek je geld in een balpennenfabriek. Dan A, je verdient er veel mee, B, het lost de nood naar balpennen op. Maar ja, niet om meer geld te krijgen op een gegeven moment. Ik kan me niet voorstellen dat Bill Gates daar nou nog veel rijker van, of veel gelukkiger van gaat worden. Maar hij zit inderdaad enorm te manipuleren en te manoeuvreren en zit hij geld in de World Health Organization te stelen, te stoppen om stelen. om die weer op zijn hand te krijgen. En allerlei media zit hij in. En ja, ik... Tinky. Ik snap het niet. Ja, dit is ook weer... Ik lees dit artikel nou, maar het is echt een weet je wel... Ik weet niet hoe ik het goed zeg, maar in ieder geval een soort whitewashing van de feiten, weet je wel. Het wordt allemaal zo goed gepraat, het wordt zo omheen gepraat. Zeg gewoon direct van Bill Gates, die investeert zwaar in COVID en die loopt er zwaar op binnen. En die heeft daar dus een financieel
belang bij dat die ziekte maar zo lang mogelijk doorgaat. En, gaat en hij allemaal... zegt ook, dingen kunnen pas weer normaal worden als er een vaccin is. We kunnen niet terug naar normaal voordat er een vaccin is. Maar dat mag dus overal gezegd worden. Maar Lange Frans is een conspiratietheorist. Ja, en terwijl Bill Gates is een softwareontwikkelaar. Je moet, is altijd, listen to the science. Ja, maar het is een softwareontwikkelaar. Ja, maar tenzij de science een hele hoop geld heeft, dan moet je er ook naar luisteren. Ja, en dan nog iets. Als jij als bijvoorbeeld bij RTLZ wat aanbevelingen doet over aandelen en je handelt er ook zelf in, moet je dat gewoon ook aankondigen. En hij zou dan eigenlijk ook moeten zeggen, ja, by the way, ik zit ook groot in D&D farmaceut. Precies. Dat zou ook wel correct zijn eigenlijk. Ja, en ik heb ook wel eens de Dollar Vigilante, die heeft als van die is ook inmiddels van YouTube afgegooid, maar er zit nog wel BitChute. En die heeft wel die filmpjes, daar zie je ook Bill Gates in. En het is wel opvallend. Begint ook, toen zit hij met Melinda Gates, ze zitten te praten. En dan zeg je, ja, het is echt heel erg, er zijn zoveel doden. En ze zitten erop te lachen. En dat klopt helemaal niet met elkaar. Maar dat lachen, dat zitten ze gewoon aan met het in hun hoofd hoeveel geld ze ermee gaan verdienen. En terwijl ze zitten te vertellen over hoe vreselijk het leed wel niet is. Wat een ontzettend erge pandemie dit wit wel niet is. Maar het past helemaal niet met hun gezichtsuitdrukking. Kennelijk hebben ze niet eens de discipline om dat met elkaar in... Want ze zouden wel eens een mediacursus kunnen volgen. Ten tijde, zolang je praat over de ziekte, moet je er heel ernstig bij kijken. En als het over geld en investeringen gaat en wat je ermee gaat verdienen, moet je er ook niet te dik bij grijnzen, zeg maar. Dat doet de kijker geeft de kijker geen vertrouwen. Ja. Ja, maar we hebben nog meer berichten. Even kijken, wat gebeurt er onder andere in de chat trouwens? Want ik zag dat, even kijken hoor, de luisteraar van vorige week, die is ook weer... Ja, Bram Netel en ik zijn een beetje aan het kletsen. Hij zei nog even dat het smerigste is dat Lubach doet alsof hij zo systeemkritisch is. En hij was het dan met mij eens dat door de framing van de media zo gedaan wordt, inderdaad, maar... Ja, wat we net al zeggen, die link naar Ollongren, hij is natuurlijk gewoon een van de mensen die de propaganda mag verspreiden. En dan zegt Brandnetel nog, de Dollar Vigilante, ik wist niet dat die eraf was gegooid, maar ik heb hem al jaren niet gezien. Nou, ik heb hem 2 jaar geleden... Je roept het heel hard of zo, dat de algoritmes... Hij zei altijd COVID's zijn. Ja, de COVID. AIDS en COVID. Oké. Ja, dat soort dingetjes kan je het wel mee rekken, omdat je dan niet te pakken bent. Maar uiteindelijk is het toch te veel geworden. Het valt wel te verwachten. Want er is eigenlijk, het 15 oktober was geloof ik wel een enorme purge. Hè? Er zijn een hele hoop mensen vanaf gegooid van YouTube. Ja, ik heb ook een YouTube kanaal en ik ben altijd, ik hou me, ja, ik doe alleen dingetjes, ik doe dus bewust alleen op Twitch mijn echte zegje en dan de highlight video's, die poets ik altijd een beetje op, zo dat het binnen de marge is. Twitch was toch ook iemand vanaf gegooid van Twitch laatst, wat was dat nou ook weer? Ja. Ik weet het niet, ik laat bijvoorbeeld iedere dag op mijn Twitch kanaal laat ik een filmpje zien. Wat inmiddels van YouTube is verwijderd. En ik heb ook al wel... Maar ja, goed, ja, ik zeg al... Als het op een gegeven moment ophoudt, dan hou het op. En dat maakt mij dan ook weer niet uit. Het is voor mij geen... Hoe zeg je niet goed? Het is geen bron leefsel. Nee, dus ik heb er gewoon wel plezier mee totdat het duurt. En dan zullen we wel zien. En dan ga ik misschien ook wel... Ik weet niet waar je allemaal nog meer kan livestreamen. Maar er zijn er een hoop, toch? Dollar Vigilant, je had het over... BitChute natuurlijk. En dan Library... LBRY is dat geloof ik, hè? Dat is een .tv. Een soort crypto-achtig gedistribueerd iets. En hij had nog iets geloof ik, wat was dat nou ook weer? Je hebt er al redelijk wat hoor, dus ik weet het ook niet allemaal uit mijn hoofd. Ik weet dat je ook gewoon met wat de software die ik gebruik, kan ik ook op Library streamen, hè? Dus Maar ik heb de enige reden dat ik daar nog niet op zit, is omdat ik daar gewoon geen views heb. Dus het is volgens mij nog heel klein. Maar met dit soort dingen wordt het groter. Ook omdat
ik had dan een aantal van die kanalen, die keek ik eigenlijk op YouTube. Maar ik vind gewoon de interface is er wat beter. Je kan streamen naar je grote scherm toe, bijvoorbeeld een Chromecast of zo. Of je kan makkelijk even 30 seconden vooruit of achteruit gaan en dingen in de queue zetten. Er zit er gewoon wat, de interface is wat beter. Blimey. Maar ik heb al die lui al opgezocht op BitChute. Oh, dus ik weet gewoon van ja, als ze eraf geknikkerd worden, dan kijk ik gewoon op BitChute verder. Dus in principe sta ik ook al als consument in de startblokken om te gaan. Maar ja. het is nog niet zichtbaar. Ja, ik heb het een jaar geleden of zo, 2 jaar geleden heb ik een filmpje gemaakt. Tot ziens YouTube, ik ben er vanaf. Maar ja, dan plaats je het op andere kanalen. En zeker bij mij, als ik het op YouTube plaats, dan heb ik nou inmiddels na zoveel jaar heb ik iets van, nou wat zal het zijn, 400 abonnees. Ja, als ik op Library iets plaats, dan kijkt echt niemand daar, weet je wel. Dus ja, ook een beetje, je moet ook het exposure hebben. Dat probleem heb ik ook inderdaad met Library en zo. Inderdaad, dat je, voor wie zet ik het erop, weet je wel. Ja, het is misschien al handig als backup, weet je wel. Want dan kijk ik Lange Frans is nu gewoon al alles kwijt wat hij op YouTube heeft geplaatst. Kan ze nog gaan zeden werken. Ja, misschien had hij alles nog op de computer staan. Dan kan hij het zo op al die andere dingen flikkeren. Maar is ook alweer een week. Ja, maar er moet iets komen, denk ik. Iets crypto gebaseerd. Wat helemaal gedistribueerd is. Dus niet te censureren. Er is geen centraal punt. Iemand met een knop die op censuur kan drukken. Die je kan beïnvloeden. Ja. Maar ook, denk ik. Waarmee content providers flink wat kunnen verdienen. Dat is de library en zo. Library credits krijgen voor je content, zeg maar. Ja, maar dat moet een beetje hetzelfde. Om de grote aantallen er naartoe te trekken, moet het een beetje zoals Bitcoin werken. Dat er een enorme prijsstijging komt, zeg maar. En dan trekt dat enorm de aandacht. En dan gaan er een hele hoop mensen content lopen maken. En dan gaan er een hele hoop mensen lopen kijken. En er moet ergens een financieel iets zijn om. Ja, dat is library. Om dat om te trekken. Ja. Dan krijg je library credit. Dus, ja. Ja, maar dat moet dan ook. Het moet zo goed werken dat ik heb dan niet gehoord van mensen die dik verdiend hebben met library credit. Ja, ik heb er inderdaad ook leuk op gespeculeerd hoor. Dus, Ja, maar dat is dus niet voor de content die je maakt, maar doordat je koopt en verkoopt op de markt. Okay. Weet je wel? Dus, ja, inderdaad, op de beurt heb ik er ook op. Oké. Op de beurs heb ik er ook mee lopen spelen en wat gecashed, weet je wel. Ja. Maar ja, ik verwacht daar nog wel van. En ik denk niet dat het, of het kan library worden, maar dan moet dat nog flinke vlucht gaan nemen. Maar ik denk dat er gewoon iets moet zijn, dat het je gelijk van het begin af aan wat duidelijk wordt. Van, oh man, daar valt geld te verdienen. En iedereen, zowel aan de kijkerkant, want kennelijk zit er bij library geen kijker. Dus daar moet je dan ook iets voor hebben of zo, dat het kijkers trekt. Voor een gedeelte pushen de YouTube. Voor een gedeelte pushen YouTube mensen naar je toe natuurlijk. Naar het nieuwe platform toe. Maar voor een gedeelte moet het ook pool zijn. Ja, bijvoorbeeld zo'n Twitch is denk ik wel een kandidaat waar we nu op zitten. Met elk filmpje wat je maakt live kun je meteen als een highlight gewoon voor altijd bewaren, gratis. En je kunt dus een connectie maken. We moeten het wel aanstaan natuurlijk. Maar je hebt volgens mij inmiddels wat honk in je wallet. Maar je kunt dus via PayPal onder andere. Kun je donaties doen. En Bitcoin Cash zit er ook op aangesloten. En dan kun je op die manier. Ik heb er al wel een paar honderd dollar aan verdiend aan mijn streams. Van mensen die wat Bitcoin Cash overmaken. Ja, maar ik weet zeker bij Twitch zijn er laatst ook mensen afgegooid. En die zaten gewoon in een soort gaming gesprek zaten ze. En die waren er afgegooid voor weer zoiets onbenulligs. Zoals iets woke-achtigs, dacht ik. Oké, een soort hate speech of zo. Er zit een central point of censuur in. En er zit een maloot aan de knoppen. En ja, daar merk je niet veel van. Tenzij je er heel veel in geïnvesteerd hebt. En je hebt een heel groot publiek opgebouwd. En dan opeens blijkt er een woke-idioot aan de knoppen te zitten. Bram Tetel wilde nog aan toevoegen dat iets gecentraliseerds bijna altijd lekkerder werkt dan een gedecentraliseerd iets. Ja, maar als je een filesysteem hebt wat gedecentraliseerd is, kan je natuurlijk alle bandbreedte van alle mensen bij elkaar optellen. Je kan, ik heb ook een glasvezel liggen en dan kan ik daar, als ik daar bijvoorbeeld een grote server aan kan zetten met een enorme disk,
En als ik mijn verbinding niet gebruik, staat die gewoon geld voor mij te verdienen. Inderdaad, IPFS bijvoorbeeld. Dan zou dat ook wel goede performance moeten kunnen hebben, toch? Zou je zeggen. Ja. Ja, maar we hadden nog een hele berg berichten. Laten we even verder gaan. Even kijken hoor. God, waar was ik eigenlijk? Oh ja, brandnetel kan ik nog even zeggen trouwens. Hij zegt, is dat niet een beetje wat je beschrijft, IPFS? Ja, dat is gratis. Dus IPFS moet jij zelf je diskruimte ter beschikking stellen. Je krijgt er niks voor terug, dus daarvoor het is een vrijwillige basis. En dan zie je dat het moeilijk is om vuilruimte te verzamelen. Als je kijkt naar zoiets als SIA, daar is een SIA-coin voor, of StoreJ, dat is ook een cryptocurrency, daar kan jij crypto verdienen met... Mate safe ook, ja. Dan kan je crypto verdienen met het beschikbaar stellen van diskruimte online. En dat is, ja, dan is er gewoon een betere motivatie voor. En dan verwacht ik ook dat de performance wat omhoog kan. Het zal nooit zo goed zijn als van een Amazon cloud ding. Maar ja, je hebt gewoon het voordeel dat je niet, gegijzeld wordt. Gegijzeld kan worden. Sorry Johan, gaan we weer verder met je aankondiging. Ik wil nog wel zeggen over libraries, van de reden dat ik denk dat Josje en ik nog niet zoveel bekeken wordt, is dat er misschien nog niet zoveel Nederlandstalige mensen op zitten. Dus dat heb ik zelfs ook op Steam, weet je wel. Dat ik krijg maar een paar keer een likeje van iemand. En als ik een Engelstalig ding erop zet, dan krijg ik meer likes, weet je wel. Omdat de meeste mensen die erop zitten, spreken gewoon geen Nederlands. En ik denk libraries zitten vooral, denk Engelstalige mensen, weet je wel. Dus ik denk dat een beetje het probleem is. Mijn content wel voornamelijk Engels, maar ja, goed. Ja. Ik zit in een hele kleine niche te vroeg die hoor, wil, ja. Ja, en dan zie je ook dat degene die dan wel goed scoren op zowel Library als op Steam, dat zijn mensen die dan de hele tijd over, de koersen praten van een of andere coin of zo, of dat soort shit, weet je wel. Ja, wij met elkaar die dan het nieuws aan het herkauwen zijn, ja. Kennelijk zijn mensen er niet zo in geïnteresseerd of zo, ik weet niet. Misschien moeten we maar over Elliot Waves gaan praten. Ze dus moet het iets meer to the point zijn. Maar goed, ja, we nog meer berichtjes. Vormen complotdenkers een gevaar? Ja, zeker. Voor de mensen die allemaal pensioen sparen, wordt er een heel groot gevaar gecreëerd. Maar dat is omdat de media het tegengeluid niet toelaat. Daardoor vormt het een gevaar. En daarom zal het ook alleen maar toenemen. En daaruit blijkt ook dat die complottheoristen een punt hebben. En we noemen het nog steeds theorie en zo, en complotdenker. Ik zeg dan altijd van, nou ja, dan is er nog iemand die denkt, in ieder geval, weet je wel. Maar mensen die de stellingen in twijfel trekken van bewezen leugenaars, dat zijn complotdenkers, geloof ik. Ja. Ja. Maar ja, als de media gewoon kritiek zou accepteren op het overheidsbeleid en eens een keer een scherpe vraag stelde aan Mark Rutte, dan zouden al die complotten veel sneller de wereld uit worden geholpen. Maar hier wordt dus meteen voorgehaald. De AIVD maakt zich zorgen over anti-overheidssentiment, gevoed door samenzweringstheorie over corona. Over 5G doen de wildste verhalen de ronde. En de aanhangers van de beweging QAnon zeggen dat er pedofiele satanisten zijn die de wereld beheersen. Nou, behandel het eens een keer in een van de programma's die elke dag gevuld worden met Ab Oosterhuis. Wetenschap, maar en dan niet op een manier dat je Femke Louise uitnodigt of zo. Precies. Maar gewoon, en ga dan eens een keer aantonen nou dat een paar deskundigen tegenover elkaar. Dat het Koningshuis nog nooit kindermisbruik heeft gedaan. Dat het ronde huis in Nunspeet niet bestaat. En weet je wel. Het punt is dat ze die theorieën kunnen ze helemaal niet ontkrachten. En dus maken ze het belachelijk. Ja, en dan gaat het op een gegeven moment, de waarheid komt ooit aan het licht. En door het internet... Aan wie leverde Mark Dutroux ook alweer?
Ja, bijvoorbeeld, weet je wel. En net alsof dat Joris Demmink niet bestaat en zo. Dat is het ook door duizenden mensen inmiddels gedocumenteerd. Het is allemaal niet bewezen. Het is allemaal... Nee, het is niet gepubliceerd. De rechter heeft bepaald dat het niet waar was. Ja, maar ik vind het ook wel apart. Soms is het samenwerkingstheorie, soms is het complottheorie. Ik vraag me af hoe, wanneer wat nou gebruikt wordt. Hè? Ja, wanneer gaan we nou... Ik kijk nog steeds uit naar de dag dat we het dus gewoon over samenzweringsfeiten gaan hebben. En nogmaals, er komt hier weer, ik heb hem al genoemd vandaag. Maar zolang er mensen zijn die belasting betalen voor de vlag en de koning, dan is het gewoon een samenzwering. En daar kunnen ze over vinden wat ze willen. Maar ze leven in een samenzwering, klaar. In het chat is ook weer beweging. Ja, brandnetel wist niet dat Mark Dutroux aan iemand leverde. Oh. Dus dat is een heel netwerk, brandnetel. Mark Dutroux was niet in zijn eentje. En het netwerk werd ook niet opgerold, want er werden helemaal geen getuigen verhoord. En de mensen die wel spraken, die pleegden allemaal zelfmoord, weet je wel. Dus dat is allemaal goed. Ja, dat zie je ook verdacht vaak, vind ik, van die mensen die allemaal spontaan zelfmoord plegen. En dan hoor je weer niks. Nee, nou ja, niet in de media. Je hoort het wel, maar niet in de media. Dus ja, die kunnen elkaar de hele tijd het hand boven het hoofd houden. Zeggen, ja nee, over de hele wereld doet elk land doet nu hetzelfde. Ja, omdat het de samenzwering is, beste media. Weet je wel, nee ja, kijk maar naar België. Kun je ook geen alcohol kopen. Nee ja, En wat ik ook apart vind hier, ten eerste beginnen ze, de geheime dienst maakt zich zorgen over anti-overheidssentiment. En dat komt allemaal voor uit samenzweringstheorie. En dat is hetzelfde wat Lubach eigenlijk deed. Hè? Want die begon dan over dat, hoe heet dat ook alweer, dat pingpong pizza. Dat daar een vent, die was gek gemaakt door zo'n belachelijke theorie. Dat daar pedofielen zaten in die pingpong pizza. En die ging daar naartoe met een geweer. Dus het kan echt gevaarlijk zijn. En ik zat ook te denken van, ja Lubach, waar was jij... Want nu loopt er één vent met één geweer een pizzeria binnen. En die schiet geloof ik één kogel af. Waardoor die op miraculeuze wijze precies door een muur, door de harddisk van een computer gaat. Waardoor die harddisk niet meer van die computer niet meer te lezen. Dat is ook heel apart. Maar waarom? Er was ooit een samenzwering dat Saddam Hussein massavernietigingswapens hadden. Die werd door verschillende kranten werd die hard ondersteund. Toen gingen de hele legers, niet één gast met één pistool. Nee, er gingen hele... legers met landingsvoertuigen en vliegtuigen en helikopters. Agressieve en dan mensen. Gingen kruisraketten gingen naartoe. Miljoenen Irakezen dood. Er zijn biljoenen euro's aan schuld op de volgende generatie afgezadeld. En het is slechter dan het daarvoor was. Nou. En dat was allemaal gebaseerd op een complottheorie, wat gewoon een leugen was. Maar Lubach hoor je daar niet over. Zeg maar. Hij gaat het over één vent hebben die een pizzeria binnenloopt. Op basis van een misschien foute theorie hoor. Want ik durf er niet eens met zekerheid te zeggen. Want ik weet zeker dat Lubach er geen enkel onderzoek naar gedaan heeft. Of die theorie klopt of niet. Of dat daar wat voor te zeggen is. Want het zou me niks verbazen als daar... Want er is wel vaker met die e-mails die uitlekte. Van de Democratische Partij. Of wat was het? Die Podesta-e-mails. Er zaten van die rare pizza-referenties in, weet je wel. Ik heb even een pizza nodig voor een half uur. Wie heeft er nou een pizza nodig voor een half uur? Er zaten referenties in waarvan bepaalde mensen zeiden van... ja, dat zijn verwijzingen naar een jong meisje of een jong jongetje. Ik zou het na Jeffrey Epstein allemaal niet meer zo hard... volbondig durven te herkennen dat allemaal onzin is. Ja, dan wuif ik gewoon weg. Tot ik met mijn neus in de stront gedrukt word. Dat weer een heleboel bewakers gaan zitten slapen en iedereen massaal zelfmoord pleegt terwijl de camera's uitstaan of zo. Want nou hebben ze die vent die in de zit in de gevangenis, figuur, vriendje van Hunter Biden, zakenpartner van Hunter Biden, die zat in de gevangenis. En die heeft gezegd, ja klopt, ik weet ook nog wel een hele hoop. Ik stond op de e-mail en ik kan er wel wat over vertellen. Die hebben ze gelijk uit zijn cel gehaald en in hun eigen cel gezet. Waarschijnlijk omdat ze bang zijn dat de bewakers weer in slaap vallen en de camera's uitvallen. En, dus als die gaat praten natuurlijk,
En dat was ook zo. Dan mocht hij zelf Giuliani, die zat daar een persconferentie over. Die werd geïnterviewd. En die zei, ja, deze man die was, die computerreparateur was bang voor zijn leven. En die interviewer zat een beetje, ja, ha, ha, ha. Giuliani zegt, nee, niet lachen. Hier gaan echt mensen van dood. Hier worden mensen echt over omgegaan. En ik geloof hem. Ik geloof dat daar mensen, sinds Jeffrey Epstein en eigenlijk daarvoor ook al wist je wel. Want die, hoeveel zijn, beveiligers van de Clintons hebben zich al die van een rots afgestort en allemaal dat soort onzin. En ja, dat zijn het hele detail van Hillary was ook in een frontale botsing gekomen. Alle hele detail was eraan, van een security detail. En die lui die weten natuurlijk veel. Hè? Die weten, iets van 30 namen of zo hoor, zijn het. Die daar al met zelfmoord of rare ongelukken door het leven zijn. Voor hun 50 CD's zijn gestorven. Hmm. Ja, Clinton bodycount, google er maar op, ja. Ja. En die Vincent Foster nog, dat is ook zo'n vaak verhaal. En daar zitten dan ook weer lui die moord hebben voor doezelen maand. Dat is onder andere die Supreme Court Justice, die Kavanaugh bijvoorbeeld. Die was weer betrokken bij het verdonkeren maar wegpoetsen van die moord op Vincent Foster. Dus dat is ook... Ja, er zit daar zoveel vuil in. En het gaat natuurlijk ook om enorme bedragen. Wie mag al dat belastinggeld uitgeven? Wie mag al die contractjes uitdelen? Het gaat om zoveel geld dat, ja, daar worden gewoon moorden om gepleegd. Als je denkt dat daar geen samenzweringen plaatsvinden, nou, dan ben je wel zo naïef dan, ja. Nou, dus om heel eventjes de vraag van dit artikel te beantwoorden. Heb ik hem net niet in beeld, maar heel even omhoog. Vormen complotdenkers een gevaar? En dat is dus, los van wat er allemaal door de Telegraaf over gezegd wordt, zit daar inderdaad zeker een gevaar in voor alle mensen die dus maar in de waarheid van die media willen blijven geloven en hun hele leven dus ook indelen naar gelang dat die media zegt, dit moeten jullie doen. Die mensen die zitten nu met mondkapjes op geen alcohol te drinken, want het is na 8 uur. Dus dat mogen ze niet meer. En op een gegeven moment dan zitten ze gewoon met z'n allen ja, in de matrix gevangen en klaar. Het is gewoon aan het financieel gebeuren. Is het natuurlijk ook zo, want de overheid zegt ook van, nou doe maar dit met je geld, dat is wel veilig. Zet hem op de bank. En december 2017 koop er maar bitcoins van, want dan heeft kassa het erover en allemaal dat soort dingen. Ja, ik had overigens wel afgelopen vrijdag de proef op de som genomen. Ik had bier, had ik. En het was na 8 uur 's avonds. En toen ben ik de straat op gegaan. Ik dacht, ga even kijken wat er gebeurt als ik ga drinken. Maar inderdaad, er kwam gewoon een zwerm corona's kwam er op me af. Ah, toen ging ik snel naar binnen. Het was die zwerm, ja, die bleef gewoon lekker op straat hangen. Dus het is echt wel serieus gevaarlijk na 8 uur 's avonds op straat. Alcohol drinken, hoor. Een zwerm coronavirus. Science, coronavirus of boa. Ja, corona's. Okay. Toen zei hij, het is alcoholvrij en toen gingen ze weer weg, of niet? Nee. Maar het is dus echt wel wetenschappelijk, niet alleen wetenschappelijk aangetand, maar ook empirisch. Nu op basis van de praktijk, dat na 8 uur 's avonds op straat gewoon... Virussen, gewoon een zwermer, die alcohol, boom. Ja. Dus watch out. Ik heb toch een aantal keer zonder mondkapje naar de supermarkt gegaan en het lukt toch wel nog om... Deze moet je... Ja, maar dat komt ook... Het is nog helemaal geen wet, hè? Ik zal hem nog een keer voordoen. Mijn mol in je mondkapje. Maar je moet gewoon... het is nog helemaal geen wet. Ze kunnen het helemaal niet verplichten. En ze kunnen inderdaad wel zeggen... Je mag bij ons geen boodschappen doen zonder mondkapje. Zeg ik, nou, ben ik weer weg. Houden doen. Ik vaker cashiers die een mondkapje gewoon weer afdoen. Want ja, ze vinden het vervelend, weet je wel. Maar die zit al een paar uur, achter zo'n kassa. Ja. Achter een stuk zo'n stuk doorzichtig plastic. Daar zitten ze al achter. Met een mondkapje. Ja, die hebben ook zoiets van, ja, weet je wat, ik doe me gewoon af, ik ben het zat. Ja, maar als je daar acht uur mee moet werken dan kan je gewoon niet, het ademhalen gaat gewoon niet zo lekker. Nee, bij ons is er al eentje flauwgevallen, een cashier. Hè? Dus, Die had er heel lang al op en die was gewoon flauwgevallen achter de kast. Had ze hem toch niet afgedaan. Hè? Als ze hem dan afdoet, dan moet je er wel hard tegen ingaan. En zeggen van, dit is niet de bedoeling. Ja, gewoon flauwgevallen. Dan moet je erop inslaan. Hè? Dan moet je er echt op inslaan voor de gezondheid. Is dat dan. Complotdenker. Nee, ze zat al achter zo'n heel doorzichtig plastic hok eigenlijk. Dus ja, waarom heb je dan nog een mondkapje op, zou je dan zeggen?
Maar ja, ze hadden me afgedaan, weet je wel, want ze weer zegt van ja, ik behoorde weer duizelig, weet je wel, straks val ik weer flauw. En er was inderdaad iemand in de rij die meteen begon te schelden en te vloeken en ik ben niet meer veilig en mijn oma gaat dood, weet je wel. Prachtig. Ja, ik doe gewoon wel een mondkapje op in de supermarkt en ik vind het wel oké hoor. Ik doe er niet zo moeilijk over. Maar ik vind het ook niet erg als anderen het niet doen. Dus ik ga niet een vinger wapperen. Nee, ja. wat ik over dit artikel trouwens nog, wat me nou opvalt, is dat alle complotdenkers worden op één hoop gegooid. Er wordt een soort collectief gemaakt. Ja. Van, ja, je hebt gewoon complotdenkers. Dat zijn mensen die geloven elk complot wat ze horen. En ook als er twee complotten zijn die tegenstrijdig zijn, dan geloven ze alle twee. Maar het is natuurlijk geen collectief. Want je kan best in bepaalde complotten geloven en andere niet. Ja. Ja. Mooie conclusie. Over het algemeen pakken ze dan ook de raarste complotten eruit. Hè? Dus, ja, de platte aarde staat er niet bij, hè? De platte aarde staat er niet bij. Nee, dat is een gemiste kans inderdaad. Er staan ook de raarste mensen erbij, hè? Niet alleen maar de raarste complotten, maar ook de meest wappie personen. Ja. Daar had ik nog wel over, met iemand over die ik ken. Die zat ik ook in een discussie over Lubach, weet je wel. En die had dan ook zoiets van, het zou ook niet zo kunnen zijn dat QAnon bijvoorbeeld, of een paar van die uitwassers zoals Platte Aarde, dat die echt expres in scène zijn gezet door een geheime dienst of zo. Van een, om zeg maar die complotdenkers in discrediet te brengen, weet je wel. Dus mensen die een redelijk idee hebben erover. Om die als gek af te schilderen, gaan ze nog extremere ideeën daarin te produceren. Weet je wel? De aarde, 400 jaar geleden was de aarde ook gewoon plat. En dan was je een complotdenker als je dacht dat die rond was. Dus die bestaat al wel een tijdje. Hoor. Die weet je dat zeker, Jorsi? Ja, Galilei was daar. Was er zelf niet bij, maar. Ja, maar dit is geloof ik die. Weet je nou, die Cas Sunstein of zo heette die, geloof ik. En die zei dat van, de overheid moet in die forums gaan. En ja, ik heb Hillary Clinton heeft het ook wel eens over gehad, techno-expert. Om inderdaad online dit soort groepen te infiltreren en ze belachelijk te maken. Ja. Nee, dat was niet Karl Rove ook in de 20 jaar geleden toen met na 9/11. Dat hij met dat idee kwam om de 9/11 theorie in discrediet te brengen door nog belachelijkere theorieën erin te gooien. Ken je dat verhaal? Nou, ik weet van Karl Rove, dat was inderdaad zo'n soort Steve Bannon van zijn tijd, zeg maar. Dat was een beetje zo'n ritselaar, zeg maar, die... Zo'n vuilschepper die strateeg, zal ik hem maar noemen. Ja, dat soort dingen, dat kan je wel, daar kan je wel vanuit gaan dat dat wel gebeurt. Ik heb ook wel eens gehoord, ik weet niet meer in welk boek dat stond, maar ik geloof dat het iets was van iets van Rules for Radicals of zo, zo'n soort boek. Over het versterken van dysfunctionele subculturen. Dus dan ga je groepen waar mensen heel erg graag respect willen hebben, omdat ze het altijd heel moeilijk hebben gehad van transseksuelen of genderfluid mensen of mensen die heel erg met zichzelf in de knoop zitten, die ga je overladen met respect en dan ga je heel erg versterken, die ga je heel erg veel verantwoordelijkheid geven. En dan ontspoor je, ga je eigenlijk ook de samenleving een beetje zitten ontsporen. En daar heeft George Soros ook wel eens het over gezegd. Hè? Dat noemde hij dan de reflexivity. Dus eigenlijk ga je proberen de samenleving uit zijn balans brengen als een soort klok. En als die helemaal uit zijn balans is, dan kan je dan een weddenschap plaatsen en dan laat je het weer in zijn balans vallen of zo. Dan laat je het weer terugzakken. Maar de volatiliteitverandering heb je dan. En je krijgt enorme volatiliteit omdat de zaak helemaal naar de kloten gaat. En dan, als je daarmee ophoudt met het instigeren van dit kwaad, dan zakt die volatiliteit weer terug en dan kun je cashen, zeg maar. Ja, maar we moeten weer verder. Ik heb hier kamervoorzitter Ariep, protesten voor de Tweede Kamer, dat moet niet kunnen.
Het is eigenlijk een samenhanging van framing. Ik zit hier met Bram Neet al ook in de chat erover te kletsen. Het is allemaal framing, framing, framing. Als je die filmpjes, de live verslagen van die protesten ziet, zijn het allemaal mensen die een kaarsje branden en die zingen wij willen vrijheid en liefde en geduld. En hier staat dus, nu worden de protesten voor de Tweede Kamer zeer intimiderend benoemd. En met het oog op de veiligheid moeten we de protesten meer over de stad verspreiden. Nou, die mensen die hebben echt geen kwaad bloed in zich. De haat en de agressie komt echt steeds meer van de overheid. Ik wil iedereen er nog maar een keer aan herinneren dat we inmiddels, ik woon dus niet meer in Nederland, maar dat je inmiddels na 8 uur geen alcohol meer mag kopen. Dat je wordt verplicht in steeds meer gevallen om muilkorven op te zetten. En zo, Maar we zagen bij Lucas dat er wel degelijk agressie onder die mensen, dat we stak eens een middelvinger op en zei iemand anders, jullie zijn een stel vuilige gore pedo's en dat soort maar ik denk waar het wat meer opvallend is hier, is inderdaad dat nu.nl heeft een slachtoffer ontdekt hoor, en dan denk je van oké, dus er is een groep mensen die hebben alle wapens. Die hebben een monopolie over de rechtspraak. Die hebben het leger. Die hebben de media onder controle. Die maken alle regels voor iedereen. En die controleren politie en onderwijs en universiteiten. En dan is er een groep mensen die op een pleintje gaan staan schreeuwen van hey, laten we met rust. En de nu.nl gaat even kijken waar de agressor zit. en waar komen ze dan op uit inderdaad? Dat die mensen die op het pleintje staan, die machteloze mensen wie zaak kapot wordt gemaakt, die helemaal geradbraakt worden, die hun leven geïnvesteerd hebben in de zaak en die zo ten onder zien gaan omdat hun vaste lasten door blijven raden en hun inkomsten weg zijn. Dat is de agressor dan, dat is duidelijk. En nu.nl, die komt op voor de aangevallen partijen, de onderdrukte. Hoe ze toch altijd weer lukt om de groep die gewoon het meest agressief en dominant is, om die tot slachtoffer te maken, dat is toch altijd weer verbazingwekkend eigenlijk. Ja. Het is gewoon, wat ik al zeg, het is het napraten van elkaar, het in de loop houden van die gedachten, de controle op die gedachten die er is. Al die media die praten elkaar na. En als je dus alleen maar de krant leest en televisie kijkt en naar de radio luistert, dan is er geen alternatieve geluid. Want deze mensen die op dat plein zitten, die worden niet uitgenodigd aan diezelfde tafel waar Ab Oosterhuis aan mag zitten. Nee. En ja, ze kunnen dus over die mensen alles zeggen. Alleen als je er zelf heel veel tijd in steekt en dus die mensen gaat volgen en kijkt wat ze zeggen en kijkt wat ze echt doen. Ja, dan zal er inderdaad af en toe wel eens een keer iemand door het lint gaan. Maar over het algemeen is het gewoon een stel undercover politieagenten die uit een busje springen en ineens 20 man een bult op hun hoofd slaat. Of, niet altijd zomaar, hè? Nou ja. Maar hier laten we nog eens even lezen. De onveilige situaties die hierdoor ontstaan hebben volgens Ariep een grote impact op medewerkers en leden van de Tweede Kamer. Zij moesten in de afgelopen weken steeds zoeken naar alternatieve uitgangen of naar buiten begeleid worden. Nou, je krijgt gewoon medelijden. Het zijn gewoon arme honden die bijna kapot geslagen worden als ze gewoon naar buiten willen lopen. Het is vreselijk, het slachtoffer. En het is natuurlijk ook zo dat in de socialistische maatschappij, daar moet je de grootste slachtoffer zijn. Je moet het meest onderdrukt zijn, want dan heb je gewonnen, zeg maar. Want de meest onderdrukte persoon, die krijgt alle steun en die wordt op het schild gehesen. En dan moet je ook niet gek opkijken dat ook heersers gewoon gaan doen alsof ze het meest onderdrukt zijn. En iedereen moet gewoon altijd doen alsof hij het meest onderdrukt is. Dat is de hele wedstrijd geworden. Mm-hmm. En zelfs, ik heb wel eens, dan hoor je dat schandaal in Amerika en dan wordt gewoon Facebook die censureert het, Twitter censureert het. Er wordt overal geweerd. En nog, als je dan naar de mainstream media kijkt van CNN, dan zeggen ze van, het is schandalig, de media is gewoon helemaal rechts. What the fuck, waar heeft hij het over? Nog steeds, ondanks dat ze alle kaarten in handen hebben, zien ze zichzelf als de onderdrukte partij. Die tegen de stroom ingaat, die tegen de verdrukking inzwemt, die,
die moedig tegen tij ingaat. Het is ongelooflijk hoe je dat beeld van jezelf overeind kan houden, terwijl je gewoon alle kaart in handen hebt. Ja. Nou ja, de mensen willen het graag geloven, hè? Want het is gewoon, het is een mooi verhaaltje wat ze vertellen. En het is ook heel comfortabel om daarin te geloven. Dus weet je wel, zolang dat je in dat verhaaltje kan geloven, hoef je zelf ook niet bij jezelf te raden gaan. Van ben ik wel goed bezig in mijn leven? Want ja. Voor de deuren van de Tweede Kamer demonstreren de afgelopen tijd honderden mensen van verschillende actiegroepen, waaronder Viruswaarheid. Voorheen bekend als viruswaanzin. Het gaat daarbij zowel om mensen die bezorgd zijn over coronamaatregelen, maar ook om aanhangers van complottheorieën. Dat is toch weer je hebt complottheorieën en samenzweringstheorie. Geen samenzweringstheorie dit keer. Dit keer zijn het weer complottheorieën. Ja, nou, ik wil nog maar weer eens zeggen, zolang dat al die mensen zeggen dat er een koning, het staatshoofd is van een land met een grens, zijn het allemaal complottheoristen. Dus, Ja, maar we gaan nog even verder. De jongen, neem aan dat het Hugo is, als God vraagt op je kont te zitten... GGD, vriend, GGD, niet God. Ik ben dyslectisch. Oké. Als GGD vraagt op je kont te zitten, dan moet je op je kont zitten. Ja, nou ja. Dit, maar als God het vraagt ook, hè? Ja, CDA, hè? En als je het niet doet, dan geloof je in complottheorieën. allemaal heel leuk. Maar het punt wat ik hiermee heb, we kunnen het zo gaan behandelen. Maar als er nou gewoon bewijs zou worden geleverd, ja, dan... zou ik dat allemaal zo opvolgen. Maar het enige bewijs wat er wordt geleverd... Ik weet niet of jullie naar de kassa hebben gekeken afgelopen week. Ik heb de mondkapjestest. Nou ja, ik heb het ook niet live gezien, maar ik heb het wel even teruggekeken. Niet één mondkapje doet iets. Zelfs de medische mondkapjes laten heel veel door. Dus alleen als je... Ja, oké, sorry Lucas. Alleen als je niest of hoest... Nou, hoe vaak heb jij wel eens recht in iemand zijn gezicht geniest of gehoest? Dan moet je naar een opvoedingskamp. Dan moet je geen mondkapje doen. Dan moet je gewoon geleerd worden dat je je hand voor je toen mond moet houden. Toen ik een puber was, deden we dat als onderling in de klas. Ja? Nou, en waarom zouden we die kinderen dat plezier nou afnemen? Want daardoor bouw jij antistof op. Immuniteit op. Ja. Dus het is hartstikke gezond om te experimenteren met in elkaars gezicht hoesten op die leeftijd. En als de GGD dan gaat, weet je wel, als zij nou kunnen aantonen dat die mondkapjes ervoor zorgen dat je geen corona krijgt, dan gaat iedereen een mondkapje dragen. Maar het hele punt is dat die uitslagen van die testen dus elke keer exact het tegenovergestelde bewijzen. En dan zijn er ook nog de testen waar ze het niet eens over hebben gehad bij de kassa, want dit was alleen maar beschermd het. Maar de volgende test die zou moeten zijn, hoeveel schade richt een mondkapje nou eigenlijk aan? En als dan ook nog eens blijkt dat mensen inderdaad flauw vallen als ze een mondkapje te lang op hebben. Wat zijn dat dan voor adviezen die de GGD aan ons geeft? Als de GGD vraagt om van een berg af te springen, dan doe je dat toch ook niet? Je moet toch een reden hebben. En als die reden niet klopt, dan ga je het toch ook niet doen? Ja, goed, ik zal wel te eigenwijs zijn, maar... Ja, dat is inderdaad het hele punt van... dit is gewoon, ja... Als de overheid vraagt om van een brug te springen, dan spring je van de brug af. Dat is gewoon... je moet niet zelf nadenken, je moet orders opvolgen. Je bent zelf te dom, je bent een domme onderdaan. Wij hebben al de experts in dienst. En die experts, die weten wat goed voor je is. Behalve dan dat ze al hun modellen zaten er gewoon gigantisch naast. En, ja, en niet alleen de modellen van de... Van de corona, maar ook de klimaatmodellen. Dat is een leuke. Dat was bij. Ja, alleen die had ook de polls over de uitslag van de verkiezingen. Ja. En alles wordt via die media gewoon anders gepresenteerd. Want er is een wiskundig model. En dan wordt dus ook elke redenatie gaat vervolgens. Ja, ik moet nou even weer een goed voorbeeld verzinnen. Maar dan klopt het dus niet met het wiskundige model. En dan zijn niet de praktijkvoorbeelden zoals Lucas die net had. Die leidend zijn. Nee, dan moet de praktijk wel fout zijn, want ons wiskundig model heeft anders voorspeld. Weet je wel? Dat, ja.
Ja, dat is bij Blue Tiger Studios is wel een leuk interview met Koert van Rijn. En die maakt een paar vergelijkingen tussen de klimaatmodellen en de, coronamodellen. En ja, er zit iets in van het communisme. Hè. Bij communisme hebben ze ook van, het socialisme was eigenlijk het ideaal. En ja, met de huidige mens ging dat dan niet, maar je had een nieuwe mens nodig. Maar het systeem, daar moest je absoluut niet aan komen. Het systeem was perfect, dat was echt onaantastbaar, maar die mens die paste er niet in. Dus dan moest je maar die mens gaan lopen versleutelen. En daar komt al het geweld vandaan ook. Want die mens die blijkt zeg maar niet aan te willen passen aan dat perfecte systeem. En het systeem aanpassen is gewoon geen optie. Dus dan moet maar hele bergen mensen om zeep geholpen worden. Ja, dat krijg je hier ook een beetje mee van. Ja, die mensen zijn allemaal fout. Die zijn dom en stom. En die moeten naar de experts luisteren. En al onze modellen zijn goed. En al onze experts zijn goed. En als er dan toch een discrepantie in zit. Ja, dan moeten er gewoon mensen om zeep geholpen worden, denk ik. Uiteindelijk om te zorgen dat we op dat aantal van het model komen. Want, Ja, maar het regime maakt wel één fout. En dat is dat ze gewoon niet doorhebben hoeveel mensen het nou werkelijk zijn. En dat kan ze nog eens een keer lelijk opbreken, bijvoorbeeld bij de volgende verkiezingen, waar die mensen of helemaal afhaken, wat op zich heel verstandig is, want dan ben je ook niet medeplichtig, of op partijen stemmen. Je bedoelt stemmen. Deplorables, zeg maar. Hoeveel deplorables er zijn. Ja. Wat Hillary Clinton deplorables noemde. Dat een beetje. Ja. Die haken af op een gegeven moment, en dat is wel heel vervelend. Ja, want zij zitten in een wereldje met een bubbeltje met allemaal van die mensen die elkaar napraten en die elkaar allemaal zeggen dat hoe geweldig ze zijn. En die hebben natuurlijk ook bakken met geld om uit te geven vanuit belastingen. Maar ik denk inderdaad dat je polls gaan heel vertekend zijn, want mensen durven niet toe te geven. Maar als ze anoniem in een stemhokje staan, dan stemmen ze wel op een soort protestpartij. Dus ja, zou kunnen, ja. Ik denk niet dat het veel uitmaakt hoor, of je nou een andere partij weer aan de macht krijgt. Ja, precies. Ja, omdat het wel weer door compromissen is platgeslagen wordt, die verschillen. Er zit gewoon zo'n hele dikke laag ambtenaren tussen. Gewoon een hele speklaag ambtenaren, een soort deep state. En die voeren toch ook altijd hetzelfde beleid door. Denk maar niet dat ze opeens de PFAS... huizenstilstand of je mag geen huis meer bouwen of je mag geen boerderij meer hebben gaan terugdraaien of zo. Nee, want het zijn allemaal internationale verdragen en daar kan je niet zomaar uitstappen en de rechters die blijven dat bekrachtigen en die zijn dan weer onafhankelijk en ik denk dat het hele schip der staat toch gewoon doorvaart richting de ijsberg dat het uiteindelijk niet uitmaakt wie daar nou als kapitein opzitten. Misschien dat iets vertraagt of zo. In dat geval vind ik Trump wel een leuke proteststem. Gewoon omdat die linkse mensen ze ontzettend gek maken. Er zijn mensen die er al lopen te grillen op YouTube. Gewoon helemaal van helemaal door de rooien gaan. En hij legt de hypocrisie ook zo mooi bloot. En ik weet niet hoe dat komt. Maar op een of andere manier trekt hij ze allemaal zo over. Hij irriteert ze zo mateloos. Dat ze allemaal hun kaarten op tafel gooien. Dat is eigenlijk... Ja, hij weet heel goed hoe dat hij dat spelletje moet spelen. Door gewoon, omdat hij zoveel media-ervaring al heeft, denk ik. En gewoon weet hoe dat hij zo'n Amerikaan denkt. Hè. Heel veel mensen kunnen het niet tegen hoe dat hij steeds maar zegt van ik ben de grootste en bla bla bla. Maar dat soort. Maar ja, dat is nou eenmaal de manier waarop Amerika het doet. Snap je? En hij kan daar heel leuk op inspelen. Ik geniet daar ook wel van. Ik vind het wel geinig om te zien elke keer. Ja, ik vind het vooral geinig om te zien hoe de andere kant erop reageert. Al die crybabies, of die crybullies eigenlijk zijn het. Die ontploffen echt in hun eigen schoenen ongeveer. En dat is wel, dat laat wel een hele hoop, maakt een hele hoop zichtbaar, denk ik. Wat goed is dat de gewone Amerikaan dat ziet. Want die dacht van, ze bedoelen het allemaal heel goed, die woke figuren en zo. Totdat er opeens een bende Antifa door de straat heen komt met Molotov cocktails. Dat is het van, wacht even. Dit willen we toch niet hebben, denk ik. Ik wil nog even doorgeven. Gewoon Ginkel die zegt goedenavond in de chat van YouTube. En
In de Telegram-groep had iemand nog een berichtje gepost dat de Duitse gezondheidsminister positief getest is op COVID. Even kijken, ik heb hier nog meer berichten zitten. Zelfs met vaccin nog mogelijk 2 jaar mondmaskertjes dragen. Ik heb nu al medelijden met die dame achter de kassa bij ons. Ja. Nou ja, daar komt hij weer, maar als Bill Gates zegt dat we nog een jaar in deze hele situatie zitten, dan geloof ik dat wel. Dus we zitten pas in het begin. Dus dit wordt alleen maar erger, totdat de mensen op een gegeven moment er genoeg van hebben en dan kunnen we eruit breken. Maar zo niet, dan wordt het alleen maar meer en erger en steeds extremer. Dus, ja, en je wordt er ook op voorbereid. Dat het hele vaccin niet werkt. Dat merk ik ook al dat zo links en rechts gebeurt. Bill Gates zegt, ja, misschien moet je er 2 hebben. En misschien werkt het maar een beperkte tijd. En misschien werkt het maar aan zoveel % van de gevallen. Want straks krijg je natuurlijk dat iedereen... ik hoop niet dat ze het verplicht stellen dat je het kunt weigeren. Maar dat misschien een hoop mensen er naartoe rennen. En dan toch nog COVID krijgen. En dan is het natuurlijk... En die testen natuurlijk positief, want je kan zelfs, net zoals de Tanzaniaanse premier liet zien, je kan zelfs een geit en een pawpawfruit kan je gewoon positief laten testen. En er was zelfs een Belgische arts, die had ze gewoon ongeopend testkits ingestuurd. Die had gewoon, en die test ook positief. Had hij gewoon niet gebruikt. Ja. Dus, nou, er was ook een uitspraak, als je 1 miljoen mannen laat testen op zwangerschap, dan zullen er altijd 1000 positief uitvallen. Ja. Dus zo kun je zwangere mannen hebben. Er zijn 1000 zwangere mannen. Ja. Maar ik denk dat ze je aan het voorbereiden zijn van... je moet wel dat vaccin nemen, maar het kan zijn dat het gewoon helemaal niet helpt. Ik denk dat het dadelijk blijkt van dat er absoluut, net zoals nu, niet af te leiden is... dat landen waar een lockdown is en landen waar geen lockdown is en landen waar mondkapjes verplicht zijn en waar ze niet verplicht zijn, als je al die grafieken over elkaar heen legt, kan je niet zien van dat zijn de lockdownlanden en daar begon de lockdown en dit zijn de mondkapjeslanden en daar begon de lockdown. Je kan niks zien aan het aantal besmettingen of het aantal ziekenhuisopnames of het aantal doden wat van welk land afkomstig is. Dus ik denk dat straks ook gaat zijn met die vaccinatie. Je hebt allerlei vaccinaties en mondkapjes en geen vaccinaties. En wel mondkapjes en wel vaccinaties en geen mondkapjes. Je legt alles over elkaar. Het ziet er allemaal hetzelfde uit. En dan krijg je al die wetenschappers. Die gaan ze dan allerlei bochten lopen wringen om te verklaren waarom het... En dan zijn natuurlijk weer de complottheoristen. Die zeggen dan weer van, hey, volgens mij werkt het allemaal niet. Die moeten dan gelijk van YouTube geschopt worden. Want ja... Brandnetel zegt sterker nog, check Zweden. Ja, ja. Zweden, dat is eigenlijk de enige case toch, die hebben geen lockdown gedaan. Er is wel wat social distancing geweest, omdat mensen in het begin ook dachten van dit is toch wat eng, een beetje de kat uit de boom kijken. Dus maar niet zoveel als in andere landen. En ze hebben iets meer doden gehad dan in de omringende landen, maar veel minder dan in Spanje bijvoorbeeld, in het Verenigd Koninkrijk. En dan wordt er gezegd, maar dat komt door de bevolkingsdichtheid, die is daar veel minder. Maar als je gewoon naar Stockholm kijkt, wat ook grote stad is, dan kan je dat met andere steden vergelijken. En dan zie je dat het allemaal niet zoveel uitmaakt, dat ze gewoon ook in de middenmoot liggen. Met dit verschil, dat ze in Zweden bij het opengaan wel vanaf lijken te zijn. En hier hebben ze nog steeds het idee dat ze gewoon de verspreiding kunnen stoppen iedereen maar in een bubbel te zetten of in zijn huis op te sluiten. En dan gaat het wel vanzelf weg. Terwijl als je naar buiten stapt, na 3 maanden lockdown, dan heb je gelijk weer hetzelfde probleem te pakken natuurlijk, als je die immuniteit niet hebt opgebouwd. De beste manier volgens mij om van COVID af te komen is gewoon door te stoppen met testen. Want ja, volgens mij zou het griepvirus ook door het hele jaar heen onder de mensen. Alleen we hebben daar nooit op getest, dus wisten we het niet. Maar als we maar blijven testen, ja, dan zullen er altijd positieve testen uitkomen. En daar blijf ik ook maar op hameren. Een positieve PCR-test is geen besmetting. Het is een positieve PCR-test. Daar kun je geen diagnose uithalen. Mensen zijn pas ziek als ze naar de dokter gaan. Of mensen zijn pas patiënt als ze in het ziekenhuis komen. En ja, de hoe heet het nou, de newspeak, die...
de 1984-achtige taferelen waarin de media dus met elkaar maar de hele tijd napraten van zoveel nieuwe besmettingen. Het is allemaal bullshit. Het zijn positieve PCR-testen die veel te vaak door de mangel zijn gehaald om nog maar een betrouwbaar resultaat voor te geven. Dus ja, nou ja, goed. Denken van wat je wil, maar dan doe ik dat ook. Hè. Ja. Ja, dan weet ik zelfs niet meer wat ik wilde. Ik wilde nog iets zeggen, maar ik ben het alweer kwijt. Even kijken, softdrugs. Oh ja, jongens. Oh, ja. Hier krijgen we het. Vergeten vlees. Oh, sorry. Even kijken, GGD. Met vaccin nog 2 jaar. Oh ja, hier ja. Zoals coronacrisis. Oh ja. Als coronacrisis iets duidelijk maakt, dan is het wel dat we minder vlees moeten eten. Ja, dat is gelijk de eerste conclusie die je eruit trekt. Hè? Dus je denkt van, wat heeft hij duidelijk gemaakt? Nou, gelijk denk je dan, nou, we moeten minder vlees eten. Moet je geen gebruik meer maken van Windows? Dat zou ik dus wel maken. Maar... Als er één ding duidelijk is, is dat we meer sperziebonen moeten eten. Maar dat springt gewoon uit als conclusie. Hè? Ik had ook ik had laatst even een onderzoekje ingekocht bij zo'n, CG Select of iets dergelijks. En ik had gezegd, er moet uitkomen, er moet meer bier gedronken worden. Dus ja. De eerste conclusie die we eruit kunnen trekken is meer bier drinken. Wat drink ik? Wijn. Ja. Nee, we gaan verder. Wat is dit allemaal? Nou, leuk, ja. Dit is ook deze. Prachtig. Wat een bullshit artikel is dit. Ik haal even een ding uit de krant. We hebben in ons land 100 miljoen kippen, 12 miljoen varkens en 4 miljoen runderen, geiten en schapen bij elkaar. En dan ook nog 17 miljoen mensen. Dat is zo druk. Nou, dan vraag je wel om een pandemie. Want het is bekend dat die virussen die springen gewoon zo van een kip naar een mens. Dat is ook helemaal niet. Dat is echt geen enkel probleem. Denk maar aan die vliegende corona's. Die vliegende corona's, als jij s'avonds de deur uitstapt met je bier. Ja. Het is gewoon waar. Wat dacht ik van de huiskat, joh. Ik bedoel, dat is de buurtslet, dat leer ik nog met biologie. Hè. Daar leren, ja, dat is de slet van de buurt. Iemand heeft griep en die, dat zei letterlijk, iemand heeft griep en die hoest de hele kat onder en die gaat vervolgens bij iedereen langs en iedereen, lieve kat, ja, zo verspreidt de griep zich. Dat heb ik op school geleerd, dus, ja. Ja, prachtig, hoe dat hij inderdaad zegt, COVID-19 is ontstaan doordat een virus van dier op mens is overgesprongen. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat voor samenzweringstheorie dat hij daarachter heeft gezocht. Vleermuis. Ik zal eens kijken of ik dat artikeltje nog ergens naar boven kan halen. Er zijn zoveel virologen die hebben dat onderzocht en die zien dus, dat hadden ze heel beeldig, hadden ze dat verwoord, van dit is het COVID-1 virus of het SARS-CoV-1 virus, maar dan hebben ze er gewoon een aantal aanpassingen op gedaan. Zo zit er een stukje AIDS zit erin en een stukje dit en een stukje dat. En dat is, je ziet gewoon hoe dat virus bij elkaar is geknipt. Ja, ik zal even, ik zal even de wetenschappelijke onderbouwing voor wat ik zeg erbij zoeken. Ja, top, denk ik, want daar ging Zero Hedge van nat bij Twitter. Ja. Maar toch zou het, maar ik geloof niet dat in dat Zero Hedge artikel stond dat het met een gene sequencer in elkaar gezet was. Want daarop werd het ontkracht. Werd gezegd van, nou, het is niet door een gene sequencer in elkaar gezet. Maar er werd gezegd van, je kunt het ook doen door verrijking van, je zet zoveel fretten in een kooi. En dan ga je gewoon die ziekte, dat virus ga je daar een aantal keer doorheen halen. En dan kan je het enhanced functionality of zo. Of je kan de functionality vergroten. En zo kan je een virus ontwikkelen in levende wezens. Kan je hem versterken zonder hem door een gene sequencer te halen. En dan kan je ook van alles door elkaar gooien. Maar dan ga je gewoon op de grote getallen af. Omdat er zoveel virussen zijn dat er altijd wel een mutatie uitkomt waarin dit zo in elkaar geknipt zit. En dan, als die het beste... Dat is dan toch ook gewoon man-made? Ja, het is ook gewoon man-made inderdaad. Maar het is wel met behulp van dieren. Ja, natuurlijk. Ja. Maar daar ging het bij dat Zero Hedge artikel over. Dat
Dat zei, nou, het is niet met de man-meet, want het is niet door een machine in elkaar geschroefd. Met behulp van een machine dat iemand met een pincet allemaal stukken DNA heeft zitten sleutelen of zo. En dat zei ze ook bij Zero Hedge, van ja, dat was helemaal niet wat er in dat artikel beweerd werd. Er werd gewoon beweerd dat het met behulp van een groep dieren zo verrijkt was. Er werd trouwens nog in de chat gezegd, in de YouTube-chat dan, dat de vleermuizen YouTube-chat. Heel erg, ja, in de YouTube-chat, dat de vleermuizen heel sterk, ja, die hou ik bij, een heel sterk afweersysteem heeft, dus, ja. Ja, vleermuizen heeft ook geen last van dit coronavirus, hè? Dus die kan daar gewoon als host mee rondvliegen, zonder dat... En er was trouwens in de onderzoekers van universiteiten, die hadden zeg maar dat COVID-virus onderzocht. En die zagen juist geen, hoe noem je dat? Dat het niet bij dieren had gezeten of zo. Het was echt steeds continu van mens op mens op mens. Dus er was geen aanwijzing dat er een dier tussen zat ergens. Dus ja, daarmee werd dat hele vleermuisverhaal juist in kracht. Ja, er is hier dus een dokter, een Chinese dokter, die is inmiddels naar de Verenigde Staten gevlucht. En die stelt dat dit dus bewust los is gelaten door de Chinese overheid. En gemaakt ook door de Chinese overheid. En we zien ook dat in de geschiedenis, dat is onder andere in de Plandemic-series is dat terug te vinden, dat dus... onderzoek werd gedaan naar dit SARS-virus en dat in 2015 ongeveer is gestaakt, omdat het allemaal immoreel zou zijn dat ze dat aan het doen waren. En vanaf dat moment sponsort de Verenigde Staten voor een paar miljoen per jaar de Chinese onderzoekslaboratoria om hetzelfde onderzoek voor te zetten, maar dan buiten de eigen grenzen. Want ja, binnen de eigen grenzen is het toch allemaal wel erg immoreel. Dus ja... Dat was die afdeling van, hoe heet die nou, Fauci. Ja, Fauci heeft het allemaal geaccordeerd, die betaling. Dus, ja. En ook hier staat weer bij, er zitten zoveel dieren bij elkaar, hoe meer dieren bij elkaar, hoe groter de kans op een infectie. Als het virus zich vervolgens bij één van hen muteert in een voor mensen schadelijke variant, dan is daar ramp niet te overzien. Dat is elk goed onderzoek. Van elke wetenschapper eindigt ergens met de zin, de ramp is niet te overzien. Hè? Dus of het nou de zeespiegelstijging is, of de biodiversiteit, of dieren gaan uitsterven. Maar er zijn er ook veel te veel. En het leidt allemaal tot rampen die niet te overzien zijn. En hier moet ingegrepen worden. En hier moeten offers gebracht worden. Dat is ook altijd belangrijk. Iedereen slaat gelijk in het offeren. Meestal gaat het op fout. Nou ben ik de laatste ook weer die gaat zeggen dat de intensieve veehouderij, waarbij ze dus, weet je wel, er moet een bepaalde standaard zijn voor welzijn van dieren. Want als je dieren maar ver genoeg blijft mishandelen, dan gaan er inderdaad ziektes uitbreken natuurlijk. Maar om nou te stellen van ja, nee, we moeten stoppen met vlees eten, want er is corona geconstateerd. Ik zie de link niet helemaal. Ik denk eerder dat we veel beter af zijn als we... Bill Gates arresteren dan dat we met z'n allen minder vlees gaan eten, maar ja. Ja, het punt hiervan is ook weer dat iedereen probeert zijn eigen agenda eraan te koppelen, de global warming figuren die komen aan te zeggen, ja, die pandemie laat nogmaals zien dat we CO2 emissie terug moeten brengen, en deze vent die had dat al klaarstaan in de hub, pandemie, iedereen heel erg bevlogen en begaan en emotioneel en niet zo rationeel. Boom, hup, gelijk, ja, hup, die vlees, je biefstuk moet van tafel af. Ja, er was over die veehouderij. Ik bedoel, dat is ook weer het gevolg natuurlijk van regelgeving. Hè? Dus vroeger had iedereen gewoon zijn eigen boerderij met een paar diertjes. En dat werd dan door regelgeving moeilijk gemaakt. Dus dan gaan ze... fuseren, weet je wel. Dat is net hetzelfde verhaal als met banken. Dat zijn allemaal kleine bankjes. Maar dan komt er allemaal regelgeving. Dus gaan banken fuseren. En dan krijg je ABN, weet je wel. Wat een fusie is van... Google het zelf maar. ABNN? Ja, de Amsterdam-Rotterdam Bank is AMRO geworden. En die zijn gefuseerd met de ABN. Wat ook weer een fusie was van verzekeringsmaatschappijen en banken, et cetera, et cetera. Een hele waslijst van wat het oorspronkelijk was. Nou, dat zie je ook met de veehouderij. Dat zijn, het waren vroeger allemaal kleine boertjes. En dat zijn allemaal uiteindelijk superstallen geworden.
We zijn gewoon allemaal gefuseerde boertjes. En vroeger had je nog gewoon een boer die zijn eigen vee kende, die zijn eigen koe, als koe een eigen naam had. Die kon aan de vlekken zien welke koe het was. Ja, die zijn er niet meer. Dus toen had de koe nog een goed leven. Nu zit het gewoon allemaal in een hok. Ja, dus, zo ontstaat dat. Het is gewoon niet gezond natuurlijk, maar ja. Wie ben ik? Ja, er is een YouTuber, de Ice Age Farmer. En houdt nogal bij hoe de voedselproductie wordt aangevallen. Mm-hmm. Dat is ook wel een beetje zorgwekkend. Overal vliegen graansilo's in de fik. En je ziet nou in Syrië, daar zijn eigenlijk graanvelden in brand gestoken. Waardoor ze nou niet meer te eten hebben. Dus het is eigenlijk ook een soort van, oké, willen jullie je niet overgeven in Syrië? Dan gaan we je gewoon helemaal kapot hongeren. Dan, we krijgen Assad linksom dan wel rechtsom. Ja, en tel daarbij op die explosie in Libanon. Waarbij ook enorme graansilo's getroffen zijn. Ja. Waar ook graan voor Syrië in zat. Dus vervelend. Er wordt aan een hongersnood gewerkt daar, heb je het idee. Buitengewoon agressief ook, dat ook de Nederlandse regering hier aan meewerkt. Want ze zijn dus nu ook weer een paar militairen naar Jordanië uitgezonden om de Belgen te helpen met aanvallen op ISIS te plegen. Mm-hmm. En dat is ook een daad van agressie natuurlijk. Dus we hebben het wel over de Tweede Kamer, dat daar mensen agressief zouden zijn, maar helpen ergens raketaanvallen op ISIS uit te voeren. Ja, dat is ook buitengewoon agressief natuurlijk. Terwijl je een ISIS-kopstuk subsidieert, ook nog eens. Ja, ook nog. Ja, en als je dan, dat is ook zo raar, Denk had daar wel een punt toen. Dat, die had het dan over van Nederland vermoord burgers of zo. Of tenminste, het zijn moordenaars, degene die bommen hadden gedropt op die burgers, weet je wel. Ja. Die militairen. En hoe durf je dat te zeggen? Het zijn militairen. Het is wat anders dan een burger, weet je wel. Maar het zijn mensen. Het wordt echt gruwelijk hard gespeeld daar om van die Assad af te komen. En ja, worden echt gewoon, als ze het hele volk moeten vermoorden met een hongersnood, dan het zij zo. Dat is, ja, dus, en ik kreeg vandaag nog een berichtje van de Brand New Day, moest ik wel om lachen. Het is zo'n financial en die schreven van, schreven ze ook weer, wat wel lachen, ja, hier. Ze hadden een webinar over belasting besparen. Heel veel Nederlanders betalen ongemerkt te veel belasting. En hoewel dat belastinggeld natuurlijk een prima bestemming krijgt, is het veel leuker om het eigen zak te houden. Dus ik stuurde ze terug, ja, bestemmingen zoals dit. En dan, de Nederlandse overheid subsidieert de terroristenhoofd. Inderdaad, dat soort werken mee aan het aanvallen van ISIS. Oftewel het veroorzaken van een hongersnood in Syrië. Ja, het is een raar idee. Ook nou dat bedrijven steeds meer moeten gaan lopen showen met hoeveel belasting ze betalen. Dat zijn ze dan trots op of zo. Philips jaarrekening laten zien. Ja, we betalen wel zoveel belasting. Ja. Nou, er zit gewoon beleid achter. Er zit waarschijnlijk beleid achter. Deugdpronken. Nee, maar je kijkt, dat is een soort risicoafweging die je aan het begin van het jaar maakt met je fiscalisten. Dan zeg je van oké, hoeveel kans op publicitair gezeik is er? Dat is gewoon een bedrijfsrisico namelijk. Nou, dat is best wel veel was het de afgelopen jaren. Nou, laten we dan proberen dat er maximaal dit percentage uitkomen. En dan is het nog steeds een jaloersmakend percentage. Maar er wordt in ieder geval wel heel bewust bij nagedacht van, hey, laten we op dat percentage inzetten. Ja, zoiets zal het wel zijn. Terwijl, ja, maar ik vind het een beetje zorgelijk dat het Overton window hierin opschuift. Zeg maar. Dat iedereen gaat lopen pronken met hoeveel die belasting betaalt. Tegelijkertijd hebben we trios banken die dan ethisch beleggen en zo. Maar die ethisch beleggende banken die beleggen waarschijnlijk wel in staatsobligaties waarvan het geld gebruikt wordt om terroristenkopstukken en een hongersnood in Syrië te creëren. Maar dat is dan wel. Maar als ze waarschijnlijk sigarettenfabrikant beleggen, nou, dan is de wereld te klein. Dat kun je echt niet hebben.
Het is ja, goed punt. Ja, ik beleg juist daarin. Ja, geef een goed dividend, hè? Ja. Nou, Shell gaf een goed dividend, maar dat gaat niet meer zo lekker met Shell. Nee. Nou, als jullie wel, zou ik even een wapens beleggen. Dat gaat binnenkort wel flink omhoog. De vorige wapenexpo is nou net afgelopen. De internationale wapenexpo, die was in Duitsland. En meestal is een wapenexpo, we hebben het trouwens ook nog in de telegram chat besproken. Meestal zijn wapenexpo's altijd in de buurt van waar er later dan conflicten uitbreken. Maar jee. Ja, dus... Was dat nu in Duitsland? ergens tussen Berlijn en Moskou, denk ik. Ja, ik las vandaag dat Nord Stream T pipeline gaat er kosten wat kost komen, zei de Duitse overheid. En de Duitse overheid die wordt geloof ik helemaal onder druk gezet door de Amerikanen. En ze zei, ja, energiebeleid in Europa bepalen we in Europa en niet in Amerika. Maar de Amerikanen zetten alle bedrijven, alle personen die eraan meedoen, gewoon zwaar onder druk. Als die ooit nog een keer willen gaan reizen, dan worden ze gelijk overal gearresteerd of zo. Ja. Dus die bedrijven die durven niet. En die Duitsers die willen dat toch gewoon afmaken. Want die willen gewoon Russisch gas kopen. En de Amerikanen die zijn daar pertinent tegen. En ja, dat is ook iets wat dat hele financiële systeem onder druk gaat zetten. Want die gaan dat heel die dollar misbruiken. Dat Zwift gaan ze misbruiken om dit soort dingen steeds meer te doen. Waardoor mensen steeds meer naar alternatieven op zoek gaan, denk ik. Ja, dat wordt uiteindelijk, volgens mij is het al eens een keer gezegd in een van de uitzendingen, maar denk ik uiteindelijk de reden dat de dollar zijn wereldreserve-valuta-status verliest. Als je gewoon politiek gaat lopen voeren met een munt die iedereen maar opdringt, ja, dat is gewoon niet voor eeuwig houdbaar. Dat kan gewoon niet. Het zijn rare tijden op het moment, maar het kan niet voor eeuwig zo blijven. Ja. Ik zou toch niet zo in defensieve stokken gaan beleggen. Daar heb ik toch wel een beetje daar heb ik dan... Ik bedoel, ja, ethisch. Ja, daar heb je een of andere Apache gevechtshelikopter waarvan die je dan... Die zie je terug in een Assange-video waar even... Ja, light them up. Blazen gewoon even een heleboel mensen op en een truck met wat kinderen erin. En ja... Ik heb dat idee met sigaretten bijvoorbeeld. Van, nou, dat is iets wat mensen gewoon, waar kiezen gewoon zelf voor om te roken. En dat is hun eigen zaak, zeg maar. En olie, ja, ik geloof helemaal niet in het CO2-drama. Want de CO2-stand die is in de afgelopen miljoenen jaren zo gedaald dat het bijna op een punt was dat leven onmogelijk was. Het CO2 was zo laag, was 150 ppm. Dan is bijna alles uitgestorven. Dus gelukkig zijn wij van alles in de fik gaan steken. En hebben we nog wat CO2 wat opgekrikt. Want anders was het heel moeilijk geworden voor het leven. Er zit natuurlijk ook weer een terugkoppelus in. Omdat op een gegeven moment als er zo weinig CO2 is, kunnen planten ook niet meer functioneren. En dan gaat het vanzelf weer de andere kant op. Maar... Ja, dus olie investeren heb ik ook niet zo'n probleem mee. Maar wapens investeren, nou, als het even iets anders kan, liever niet. Overheidswapens dan, niet gewoon pistolen en dingen om jezelf te verdedigen. Maar we moeten verder. Ik heb hier nog softdrugs, wel verboden in de avond en de nacht. Oh jongens. Ja, nou gaan we echt... Ik denk dat het ook een kwestie van vliegende corona's is. Ja. Corona krijgt een zware vlag nu. Ja, vervelend. Interessant wel. Ja, je zou eigenlijk met een joint en een biertje naar buiten moeten gaan om te kijken of die virussen nou dat alcohol of die joint lekkerder vinden. Ja, waar komen ze nou precies op af? Op twee kanten van de weg, één aan de ene kant en de andere. Ja. Ik heb even iemand nodig die bloot. Ik hou er niet zo van, maar drink wel het biertje. En dan gaan we het gewoon testen waar de corona's op afkomen. Ja. Vraag nog iemand in de chat, wanneer gaat dat gebeuren, Josje? Ik weet alleen niet wat, maar... Wat gaat gebeuren? Ja, wat? Dat is al wel belangrijk. Trouwen. Trouwen? Wanneer ga je trouwen, Josje?
We zullen zien. Als er nou een hele oude, rijke vrouw aankomt, dat doe ik dan misschien nog wel voor een jaar. Als het nou een hele jonge, rijke vrouw is. Nee, ja, dat duurt te lang. We moeten lang wachten. Vragen ze wanneer ik ga trouwen? Wat is dat nou weer? Waar zit dat op YouTube? Nee, dat is waarschijnlijk niet vraag geweest. Dat alleen maar wanneer gaat dat gebeuren? YouTube. Er staat niks over dat bij. Iets wat je eerder gezegd hebt, denk ik. Maar ja, je hebt een voorspelling gedaan en de vraag is nou, wanneer gaat die voorspelling uitkomen? Ja, we doen continu voorspellingen. Nou, ik zou je vertellen dat een heleboel van die voorspellingen die ik volg, het gaan er in de komende maand, de komende 4 weken, gaat er heel veel gebeuren. Tether. Oh, Bitcoin, ja. Met Bitcoin is het, blijft het lastig, omdat het ook... Nou goed, we zullen niet uitweiden erover. Maar... Ze moeten even duidelijk de vraag stellen. Dan wil ik hem best beantwoorden. De val van de Deutsche Bank, ja. Nee, maar in ieder geval softdrugs verboden in de avond en nacht. Ja. Gaan we testen. Is dat een idee of gaat het echt doen? Wordt de aanpassing in de wet? Nou, het is wel apart dat overal in de wereld die politici allerlei dingen doorvoeren. Gewoon, ja, ik beslis gewoon dit, dat mag niet meer. Avondverbod, samenscholingsverbod, dit, dat en die ander. En dan wordt er later gewoon een heleboel teruggefloten. In Amerika ook een of ander Governor Whitney, die was een rechter, had gezegd van, ja, alles wat ze heeft besloten is onrechtmatig. Oké. En toen kwam de politie en die zei van, ja, we gaan het ook niet meer vervolgen. Of de aanklager die zei, ja, we gaan het ook niet meer vervolgen. Dus stond ze een beetje in haar hemd, want dan wilden ze dat dan toch nog via een of andere omweg doen. En toen waren er een aantal lui gearresteerd. En die wilde haar dan gaan kidnappen. En toen was er, ja, vreselijk, een complot om die Whitner te kidnappen is opgelost. En toen zei, geloof ik, de sheriff, die zei, nou ja, ja, ze was wel een overtreding van de wet. Dus je kan zeggen dat ze een citizen's arrest doen. Dus ja. Het ging gewoon over de gouverneur. Zei hij daarvan van, nou, wat mij betreft kan je er gewoon arresteren. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de coronawet. Volgens mij is het één deze dagen in de Eerste Kamer zal die ook worden aangenomen. Of begin november of zoiets. Dus ze kunnen nu allerlei proefballonnetjes oplaten. Net als mondkapjes. Dat is allemaal nog niet te handhaven. Behalve dus als er een privaatpersoon in zijn winkel dat verplicht gaat stellen, ja, dan kunnen die winkels kunnen dat allemaal gaan doen en daar heb je niks over te zeggen. Maar de overheid kan het allemaal nog niet regelen. Maar zodra dat die coronawet door de Eerste Kamer is, hebben ze eigenlijk gewoon vrij spel en dan kunnen ze op basis van een epidemie, geen pandemie, maar een epidemie gevaar, dus geen uitbraak, een gevaar op een epidemie. Met die beredenering kunnen ze vervolgens eigenlijk elke regel doorvoeren die ze maar willen. Dus dat duurt nog een week of drie ook. En dan zit je er in ieder geval voor een half jaar aan vast. En als je de andere tijdelijke overheidsmaatregelen erop naslaat, dan zal het nog wel een tijdje duren voordat je er weer vanaf bent. Jongens, ik heb vanuit de chat een antwoord. Er zit natuurlijk een tijdsverschil in, hè. In ieder geval, er wordt gezegd als antwoord op van... Yoshi's voorspellingen. Wanneer de dollar als reservemunt stopt. Oh, de dollar als reservemunt stopt. Ja. Dat durf ik ook niet zomaar op korte termijn te zeggen. Ja, ik vind het kort nog wel. Ik kan wel zeggen dat ik informatie heb dat er vanaf 1 januari 2021... alle Amerikanen een digitale dollarrekening gaan krijgen, die anders is dan de huidige digitale dollar, omdat dat programmeerbaar geld is, zoals een bitcoin. En ik verwacht dat vanaf dat moment alle Amerikanen die coronasteun aanvragen of nodig hebben, dat allemaal via die digitale dollar gaan krijgen. En dat is dus, ja, binnen 3 maanden, denk ik, dat gaat aanvangen. En als dat eenmaal van de grond is, dan gaat op een gegeven moment die dollar, omdat die door die Amerikanen zelf ook al niet meer echt gebruikt wordt, want die digitale dollar is geen cash dollar. Dus ja, het kan heel vlug gaan. Hoor, dat is ook een dollar die, geloof ik, dan heel snel kan ontwaarden. Ja. Zodat er gaat elke tijd, ja, elke maand 5% per dag of zo. Dus dan moet je het zo snel mogelijk uitgeven. 3% per dag, waarom niet?
ja. En op die manier houden ze de volatiliteit van het geld in controle. Dus zodra dat jij je geld krijgt, moet je het eigenlijk uitgeven. Want een maand later heb je het gewoon, is het gewoon weg. Mm. En op die manier kunnen ze ook allerlei incentives erin geven. Bijvoorbeeld buiten 50 kilometer van je eigen woning kun jij geen benzine meer kopen met dat geld. Als je alcohol koopt van dat geld, is het maar voor de helft het geld waard, weet je wel. En op die manier kunnen ze het gedrag van mensen enorm gaan sturen. En dat is, ja, in China is het al bezig. Daar werd, volgens mij is het, hebben we dat vorige week niet behandeld? Nee, vorige week. Ik heb het behandeld ergens. Ja, in ieder geval, in China is de eerste biljoen yuan inmiddels al over dat soort rekeningen gelopen. En dat is dan 1/8 ongeveer van een dollar. Dus dat is iets van $125 miljoen. Dus dat valt allemaal nog wel mee. Maar dat hoeft niet zo lang te duren. En dan, ja, wanneer gaat echt die dollar vallen? Ik denk dat bijvoorbeeld 3 november daar ook nog wel een heel grote aandeel in heeft. En dat zal niet zo'n vaart lopen. Maar op een gegeven moment, ja, in een jaar of 10 is het toch wel gebeurd, denk ik, hoor. Maar heb je nog bronnen of zo waar mensen hier meer over kunnen lezen? Ja, ik zal wat filmpjes even gaan opzoeken en delen. Dit is allemaal... Dat... Harde feit. Want ik heb... Ja, nee, die digitale dollar, dat is op dit moment is dat allemaal, wordt dat behandeld in de Senaat en in de House of, van de Verenigde Staten. De laatste bijeenkomst was op 30 juni, dus de laatste dag van de tweede kwartaal. Inderdaad, daar heb ik het ook gehoord, ja, de Bitcoin standaard. Is een, was dat niet, of, nee, wacht even, de Bitcoin show ben ik in de war, sorry. Oh, Bitcoin nee. Show werd het inderdaad ook behandeld. Maar, nee, ik heb meerdere, van Mike Maloney. Ik had het ook al gehoord, ja. Ik heb het van Mike Maloney. Maar dat zijn gewoon, hoe zeg je het allemaal, daar kun je alle uittreksels kun je van het internet afplukken, van de usa.gov. Nee, het is een conspiracy theory. Ja. Nee, deze keer niet. Deze keer. Maar ja, dus ja. Verdedigen. Ik denk dat het. Ik denk de dat het is blauwe Frans. Ik denk dat de digitale dollar een vrij vlug gaat zijn. Maar en dan $2 houden, zeg maar. Dat is een beetje de vraag ook. Ja, ik denk het wel. En ik denk ook dat ze op dat moment bijvoorbeeld geen papieren dollars meer gaan printen. En op die manier gaat gewoon langzaam het papier en het cashgeld gaat er gewoon uit. Want ze maken gewoon niks meer nieuw. En dan wordt het steeds moeilijker om iets, ja, om een transactie te doen buiten hun systeem om. Dus, en dat zie je in veel landen. Dat in Cuba ook heb je ook 2 munteenheden. Je hebt de Escondido Convertibles of zoiets. Dat is een convertible munteenheid. Die is gewoon gekoppeld aan een dollar. En een niet-convertible voor de locals is die dan om te gebruiken. Dus het zou best wel eens kunnen inderdaad dat bijvoorbeeld je schulden die blijven dan staan in je oude dollar. Dus die zijn relatief hardere dollars misschien dan. En dat die nieuwe digitale dollar, dat je daar je consumptie mee moet doen. Maar dat die heel snel in waarde vermindert. Dus hebben ze een inflatiedollar en een wat vastere dollar gemaakt. Ja, en het mooie is dat het allemaal gewoon geprogrammeerd in het geld. Dus ja, het gaat gewoon allemaal automatisch. Er hoeft ook niemand toezicht op te houden. Dat programmeren ze gewoon vooraf. En dan, als jij het aanvraagt, dan speel je volgens hun spelregeltjes. Dus moet je er gewoon aan houden. En de truc is dus om het niet aan te vragen, maar ja, dat is nog niet zo makkelijk natuurlijk, want dan moet je op de een of andere manier, hoe zeg je het nou, ja, jezelf zien te onderhouden en dat is steeds moeilijker. Ja, en het is ook weer zo, dan hoeven ze niet die gewone dollar heel erg te devalueren, denk ik, die andere dollar. Zou dat... Ja, dan is de vraag wat ze internationaal doen. Gaan ze om een hele import uit China te bekostigen? Gaan ze daar ook... daar kunnen ze natuurlijk niet mensen opschepen met lekdollars, zeg maar. Die 3% per maand wegleggen. Nee, maar dat is dus ook alleen voor de mensen binnen de VS die dan staatssteun krijgen. Het basisinkomen, zeg maar, wordt het dan gewoon uitgerold. En als jij meedoet aan dat basisinkomen, ja, dan gaat jouw geld... binnen een maand tijd, of binnen een jaar in ieder geval, bepaald heel vlug, raakt het dan zijn waarde kwijt.
Maar er zit, er zit wel een soort convertering tussen, want waarschijnlijk kan je met dat geld ook wel je hypotheek aflossen. Met ja, zeker. Die in gewone dollars. Ja, dat wordt dan verwacht. Dan zeg ik, nou ja, zeker, dat weet ik natuurlijk allemaal niet zeker. Maar als je het eerste filmpje wat ik deelde, dat is nog niet eens zo geweldig. Maar deze die ik nu deel, die is wat beter. Daarin komen echt de wetsartikelen komen er echt naar voren en die worden per stuk behandeld. Maar wat ik me afvraag, als zo'n, zeg maar, je verkoopt die, je gaat naar een supermarkt toe met die wat is het, digitale dollar. En dan koop je je boodschappen. Nou, iedereen zal dat in het begin van de maand doen. Dus de Albert Heijn en de Jumbo en noem maar op, die krijgen allemaal die dollars die je heel snel ontwaarden. Maar ja, zou die dat willen aannemen überhaupt? Of, Je zult ook weer gelijk converteren waarschijnlijk. Ja. Of je moet het meteen weer omzetten naar een echte... Ja, maar ik denk dat... Kijk, je kan dus ook programmeren dat als het eenmaal is uitgegeven... Hè, de persoon die het ontvangt, die heeft die ontwaarding. Maar als het is uitgegeven, dan valt die ontwaarding bijvoorbeeld weer weg. Snap je? Ja, dus je kan daar gewoon heel veel... Er zit heel veel programma... Ja, je kan het zo gek... Ja, nee, je kan het zo gek maken als je zelf wil. Dus ik denk wel dat ze daar... Inderdaad, dat is een goed punt wel, want wie gaat er nou geld accepteren wat de volgende dag 3% waarde verliest? Dus op zich. Ja. Ja. Maar ik denk dat we bijvoorbeeld voor een zorg... Dat, want er wordt altijd geleerd, en Nibud leert dat ook, van je moet altijd geld overhouden voor het einde van de maand. Dat is wat ze altijd leren, weet je wel. Nibud vertelt dat, maar ja, dan heb je iemand met een uitkering en die leert dan tegenovergestelde van je moet het meteen de eerste dag uitgeven, anders is het niks meer waard. Ja, maar dat is 50 jaar geleden dat ze zei dat je wat over moest houden. Ja, dat stelde ze nog steeds. Je gaat gewoon naar de website van Nibud en dat zeggen ze gewoon. Ja, maar het is nu wel van, alles draait op consumptie. Als de economie niet goed draait, je moet consumeren. En dat betekent, hoe vroeger je consumeert, hoe beter volgens de overheidsregels. Zal ze verder worst wezen dat jij... Kijk, voor gezond verstand is het wel verstandig om niet alles in het begin van de maand op te maken. Maar dat zijn ook onderdanige slaven. Dus het is juist fijn dat we schuld hebben. Liefst in de vorm van hypotheek of zo. Ja. Maar ja, ik bedoel, stel dat je nou reiskosten, weet je wel. Dus je gaat je OV-chipkaart opladen met iets wat dan gaat ontwaarden of zo. Nou, dat zou je, als je het dan weer af kan halen, dat is dan ook gunstig. Dan ga je gewoon begin van de maand, als je het over wil houden, dan knal je het gelijk op je OV-chipkaart allemaal. En dan haal je het daar weer af. Dat soort dingen krijg je ook allemaal natuurlijk. Ja, ik weet niet of het op de OV-chipkaart ook gaat ontwaarden hoor. Dat is Als dat niet zo is, ja, dan gaat iedereen het in T-Mobile credit scoren. Ja, ja. Maar dat zie je in heel veel van de Afrikaanse landen. In Zimbabwe ging iedereen met de mobiele telefooncredits betalen, omdat daar ging de prijs niet omlaag. Ja. T-Mobile was nog een betere centrale bankier dan de centrale bank van Zimbabwe. Maar we moeten verder. Ik zie je nog bij het MUC Utrecht zijn patiënten. Johan, kies er nog eentje uit voor mij. En dan is dat mijn laatste. Want het is 12:00 en dan. Ik moet nog eten, joh. Ik heb alleen maar. Wat was het ook alweer? Caprese heb ik alleen maar op. Uitgevoerd. Ja, even kijken. Ja, zo weg hoor. Hey. Oh, oké. Okay. Is al later. Ja, we hebben een paar dingetjes. Ik zal het heel even snel doornemen. Project van het gas af, stilgelegd wegens waslijst en problemen. Bij UMC Utrecht zijn patiënten vanaf nu minder snel coronapositief. Zweedse partijen hebben we nog. Ja, ik kan wel zeggen waarom ik dat gepost had, dat trouwartikel. Dat was alleen omdat die PCR-test, die kan je zoveel keer herhalen. En dat moet je niet meer dan 30 keer doen. Okay. Hier afkap een 30 tot 35 keer, maar 35 keer is echt wel het maximum. En in Nederland doen ze dat 45 keer en dan krijg je gewoon veel te veel positieve tests. En er was zelfs één ziekenhuis die deed voor 50 keer. Oké. En hier uitgelegd hoe dat werkt. Dat is eigenlijk alles wat ik over zich wil zeggen. Klaar. We hebben nog rappers in Amerika die partij kiezen. Hè? Dus steeds meer rappers die kiezen voor Biden of Trump. En
We hebben ook nog een partij in Zweden die, die wil dus het staand plassen verbieden. Dat is wel mooier voor Yoshi. Ja, dat wordt tijd. En dan hebben we verkiezingen in Nieuw-Zeeland. Ja. Dus zeg het maar. Ja. Nou, die verkiezingen in Nieuw-Zeeland vond ik wel heel leuk. Dat is dus een best wel... Het gaat om Yoshi. Nee, nou ja, doe maar die verkiezingen in Nieuw-Zeeland, is goed. Heb je daar wat? Oké. Misschien nou, wil Lucas ook wel graag naar bed toe. Oké, verkiezingen in Nieuw-Zeeland. Dat is een heel opvallend partijtje die eruit gesprongen is. Dat is ACT. Het is trouwens geen libertarische partij. Het is een klassiek liberale partij. Er zit weinig zoveel verschil in, maar ja. Ja, die waren opvallend sterk in het zuiden. En Labour heeft gewonnen, had ik begrepen. Ja, die Trula die heeft gewonnen. Die dictator Trula. Ja, ook echt groot en wel eigenlijk. Dat is wel knap. Ja, gewoon omdat het verhaal is gerezen dat zij heeft Nieuw-Zeeland helemaal vrijgehouden voor het coronavirus. Door het helemaal hermetisch af te sluiten. Want ja, dat is wel uitstel voor executie. Want ga je dat nou voor de rest van je leven afsluiten, Nieuw-Zeeland? Of ga je dat ooit weer open doen? En als je het ooit weer open gaat doen, plom, hallo, daar zijn we weer. Ja, er was al een feest gevierd omdat corona het land uit zou zijn. En vervolgens kwam het weer terug. Ja. Dus, nee, maar goed, netjes van ACT. En op het Zuidereiland vooral, dus niet het Noordereiland. Ik weet niet precies of er demografische verschillen zijn of verschillen qua bevolkingsgroepen, wat dat zou kunnen verklaren. Maar, eigenlijk is ieder dorp of stad al een wereld op zich, toch? Ja. En ja, ik heb het programma, of wat highlights uit het programma gelezen gisteren. En ik dacht van, nou, dat ziet er niet slecht uit. En ja, ook bij wijze van spreken een ACT kopiëren, hun ACT kopiëren en dan naar Nederland brengen. Dat zou wel de rechte flank weer eens een keer kunnen bedienen. Op een fatsoenlijke manier. Dus nee, mooi resultaat. Je hoort er alleen niks van in het nieuws. Hè? Dat, en dit is dus een nieuwe partij die in de vorige verkiezingen nog niet meedeed. Jawel, ze hadden eerst ook al 1 zetel en nu 10. Oh ja. Oké. Dus, netjes. Ja. En de YouTube-chat wordt ook weer wat gezegd. Iemand zegt Willem Middelkoop ook. Oké. Okay. Ja, voor die digitale dollar was dat, Johan. Oké, dat zal wel zijn, ja. Ja, maar goed, ja, Yoshi, vertel het vanwege jou, dus wat heb jij erop te zeggen? Vanwege mijn ouders? Nee. We hebben dit artikel aangehaald, omdat jij... Vanwege jou dus. Ik word het vanwege jouw ouders, ik denk, wat zeg je nou? Ja. Nee, vanwege jou. Ja. Nee, nou ja, ik zeg altijd tot 12 uur, dus ik wil er nog eentje doen. Nou, als Lucas deze wil behandelen, dan vind ik dat prima. Ik heb verder weinig met Nieuw-Zeeland, maar zolang we geen decentraal autonome manier hebben om onze stem te regelen, hoe zeggen we het nou, om onszelf te... ons eigen leven te kunnen bepalen. Ja, nou, ik wil dat even. Ik zoek naar een woord waar ik nou weer niet op kan komen. Ik zit er tegen. Zolang wij nog niet via een Bitcoin-achtig protocol ons leven kunnen reguleren, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, hebben we het huidige democratische stelsel. En alleen maar hartstikke leuk om te zien dat er inderdaad op een andere manier toch weer invulling wordt gegeven aan. Een bepaald geluid produceren, een beetje rechtsgeluid, wat ik dus begrijp. Nou, dat is wat mij betreft hartstikke prima. Dus ik zit nou even zoeken naar dat ene woord, zeg. En als ik het dan zeg, dan denkt iedereen, hoe kan het nou zijn dat je dat woord vergeet? Dus ik zal maar gewoon snel weggaan. Dan houd ik de eer aan mezelf. Mannen, ik zie jullie volgende keer weer. Toppie, leuk dat je er was. Yo. Doei, doei. Yo, houdoe. Dan gaan we nog snel de rest van de dingen heen. Het project van de gast af stilgelegd wegens allerlei issues. Ja. Ben je al aan de warmtepomp? Dat vraagt iemand. Ja, ik zag het, ja.
Nee, ik kan geen zonnepanelen plaatsen. En ik heb, dan moet je zo'n luchtwarmtepomp nemen. Ja, ik heb een stadsverwarming, dus daar, ja, daar zit je wel aardig. Dat zuigt helemaal. En een open haard. Dus ik gebruik meer de open haard. Nee, ja. ook niet. Alleen af en toe. Maar ik zit eigenlijk voornamelijk op een slaapkamer. Oké. Okay. En daar heb ik gewoon een radiatortje. Oké. Okay. Maar ja, project van het gras af stilgelegd. Oké, dus ambitieus, weer het zoveelste ambitieuze overheidsproject wat, ja. Anders loopt dan gedacht en meer kost dan gedacht vooral. Er komt nog een commissie in de Raad van Wijze Mannen om te onderzoeken waarom het misging. Ja, het is ook zo'n politiek gedreven iets. Hè? Om van, we nemen gewoon besluit om een hele wijken van het gas af te koppelen. En de techniek die zorgt maar dat het in orde komt. Ja, en, dan, en economisch moet het ook maar kloppend gemaakt worden. Dan zie je dat het inderdaad helemaal de prut in draait. En ik vind het wel een mooie indicatie voor hoe de rest van het beleid over het land gaat worden uitgerold. Ik zeg iemand die van, de overheid moet falen, want Piet van Vollenhoven moet weer wat te doen hebben. Ik ken wel iemand die daar nauw bij betrokken is. En die geeft mij af en toe ook wel interessante informatie, omdat hij weet dat ik het interessant vind. En er is een jaar geleden ongeveer van het gasafproject in Woerden gedaan. En nu hebben ze dat in Purmerend gedaan. En sowieso was er een deel van Purmerend was al gasloos, maar dat tezijde. Maar in die wijken waar dan wel dat van het gas af is gehaald, waren er ook een ander soort woningen. En in Woerden, die woningen, dat waren huurwoningen, kostte het 60.000 per woning. En hier, omdat men bijvoorbeeld in appartementsgebouwen ook de gasaansluiting ging verwijderen en vervangen door een andere warmteoplossing, liep men gewoon weer tegen hele nieuwe kosten aan. En die zijn aanzienlijk hoger dan verwacht. En het is ook gewoon een kwestie van kosten. Hè? Dit zijn allemaal tegenvallers, maar die kun je met geld oplossen. Alleen ja, dan krijg je op een gegeven moment de vraag van hoeveel geld heb je nog nodig? En dat moet eerst nog even duidelijk worden en dan kunnen ze wel weer verder. Geld over de balk gooien. Ja, en dan hebben we nog een Zweedse partij, die wil het gezeik reguleren. In dit geval gaat het over in welke positie je zeikt. We hebben het natuurlijk over niet verbaal gezeik, maar meer wat aan de onderkant van het lichaam gebeurt. Het gaat over zittend of staand plassen. Dat is een issue. Schijnbaar. Dus dat ja, wordt nou... Wie maakt zich daar druk om? Hoezo? Waarom is het een probleem? Een partij die wil, linkse partij, die wil mannen verbannen om staande te urineren. Een plaatje bij hoe je dat moet doen. Je moet op die pot zitten en je lul daar naar binnen hangen. Dat is... Kijk, als je inderdaad het toilet moet delen met... ik vind het trouwens ook wel irritant hoor. Ik bedoel, als je in een als je moet scheiden in een gebouw waar maar één toilet is en er zitten een paar van die ranzapen de hele bril onder te sproeien, ja, dat snap ik inderdaad. Dat is irritant, maar dat soort gebouwen kom je weinig tegen. Meestal heb je daar gewoon heren- en dames toiletten. En in de herentoilet heb je gewoon nog een pisbak, weet je wel. En de rest wordt gebruikt voor om te scheiden, zeg maar. Ja, ik wil als man niet naar een wc, een vieze wc gaan waar ik alleen maar zou moeten zitten. Ik zou liever gewoon van mijn privilege gebruik maken om gewoon staan te zeiken. En maar bemoeien je vast ook. Dan heb je gewoon van die pisbakken, weet je wel. Die zou alleen daarvoor bedoeld zijn. Terwijl er ook mevrouw ontmoet, die had zo'n tuitje waar ze staande mee kon plassen. Ja, die ken ik ook, ja. Maar de vraag is dat dan ook verboden? Ja, ik vind natuurlijk onzin dat een politieke partij dat nationwide gaat neerleggen. Kijk, als een of andere zaakcafé beslist van, nou, wij hebben onze klanten geïnterviewd en de grootste irritatie is dat de bril nat is en dat niemand daar vieze, dat hij daarop wil gaan zitten. Wij gaan het als volgt oplossen. Je mag bij ons alleen nog maar zitten plassen.
Nou ja, vind ik prima. Mogen zij proberen of dat aanslaat. Maar het is natuurlijk onzin om dat landelijk te gaan opleggen aan iedereen in hun territorium. Ja, ik moet wel zeggen, wij zeggen nu wel vanuit onze Nederlandse beleving. Maar ik ben wel eens in Noorwegen geweest en dan vooral ook op het platteland. Of in Zweden Bossen, dit, hè? Maar. Ja, dus in, ja, Noorwegen, Zweden, weinig verschil, toch? Ja. Prijzen zijn ernstig verschillend, dus er wordt toch aardig heen en weer gesmokkeld. Ja. Belasting ontwezen. Ik ben daar in ieder geval, dat is in Noorwegen in dit geval, en Zweden zal het ook wel zo zijn, op het platteland. Als je daar gaat plassen, dan moet je, de toilet zit niet in huis, hè? Dat zit daar buiten. In een of ander hokje met een gat in de grond, weet je wel. Dus daar hebben ze misschien ook niet die luxe van, dat je kan kiezen met een pisbak of wat dan ook, of een wc-bril. Dat, ja, dus de keuze is wat beperkter, omdat je gewoon een hokje hebt, ja, met een bril en een gat in de grond, waar je het allemaal in moet gooien. Ik heb wel eens in China, was ik nog, maar dat was toen China wat primitiever was. Dus ook bij een restaurant, toen zei, is hier ergens een toilet? Ja, dan moet je dat paadje aflopen en dan na het vark aan de rechterkant. Hoorde ik dat goed? Dat was inderdaad, je liep dan langs een hok, daar zat een varken in. En daarna kwam je bij een ander hokje, dat was dan het toilet. Dan ging je naar binnen, er zat een gat in de grond. En als je daar doorheen keek, zag je allemaal maden krioelen. Ja, in Thailand ook eens. Oh, ja. Toen deden we je langs niet ging schijten. Dan ging een hoesje gewoon. Oh, heerlijk. Ja, goed, ik denk dat in ieder geval wel dat dit natuurlijk bullshit is. Hè, dat de overheid het moet reguleren. Goed. Ja, dan is er nog één artikel en dan zijn we klaar. Dat is... Kijken, ja, rappers kiezen partij. Dat is ook ingestuurd via de Telegram groep. Er werden een aantal rappers. Het begon met. Even kijken hoor. Het ging om een artikel van Snoop Dogg. Nee, niet Snoop Dogg, het was die andere. Ik moet hem even erbij halen, sorry. 50 Cent, die was de belasting verkeerd in de keel gesloten. Die had gezegd, ja, 60% belastingen, fuck it, I'm out, vote Trump. Ja. Ja, nee, het artikel ging over P. Diddy, dat was de gast. P. Diddy die zegt, oh jee, racisme, vote Biden. Ja. En Ice Cube, die hebben we ook nog, die koos je voor Trump. Maar hij is een beetje hij komt op voor de belang van de zwarte. Dus dan zou je verwachten, die zou dan voor Biden kiezen, maar die heeft dan nog voor Trump gekozen. En dan hebben we ook nog Kanye West, die was al een tijdje pro-Trump. Dus, ja. Die is voor zichzelf. Die doet zelf ook mee. Oh ja, dat ook nog eens, ja. Dus ja. Ja, het is ook Biden's verhaal van dat die Biden de niet-racist zou zijn. Dat is een beetje onzin als je in zijn verleden gaat kijken. Ja, hij staat op een foto met een KKK chapter hat. En heeft hij ook de eulogy voor zijn grafreden voor gelezen voor die gast. Ja, dan heeft hij nog, hij heeft een aantal opmerkingen waarvan je kan zeggen van, wat was het nou ook weer, ja. Black children are just as intelligent as rich children of zo. Dat soort dingen. Hij flapt er af en toe hele racistische dingen uit. Dat hele verhaal dat hij dan van de niet-racistische kant zou zijn. Als hij misschien heel erg van de autocue blijft lezen, dan gaat het misschien goed. Maar. Ja, god, ja. Het is me er eentje. Ja, waarom zou P. Diddy dan voor Biden hebben gekozen? Geld kregen of zo? Ja, de meeste mensen die zitten in zo'n milieu, hè. Als je daar in Beverly Hills woont en je wil nog een keer bij iemand op een verjaardag uitgenodigd worden of je wil nog wat vrienden overhouden, dan moet je wel democraat zijn. En dan stiekem alsnog the right choice maken. Dat zou best kunnen, ja. Dat... Libertarians. Joe Jurgensen. Joe. Ja, ik weet niet, die ene van de Outcast, die was vorige keer met Kerry Johnson. Dat was een van die twee van Outcast. Die was toen
Dat is niet die, die beetje die gekke, excentrieke gast, maar die andere. Die ene en andere die altijd boos kijkt. Die was die koos toen voor Gary Johnson, dat weet ik nog wel. Dat is niet André, die andere. Hoe heet die andere nou, joh? En je had André, dat is een beetje die gekke. Ah, ik weet het niet meer. Geen idee, dat is mijn muziek niet. Ik zit niet in het milieu. Nee. Even kijken, iemand in de chat die... Oh nee, die zegt het niet. Nee, dat is jammer. Ik dacht dat iemand mij even te hulp schoot. Ja, maakt niet uit. Maar het was in ieder geval een bekend iemand die wel pro-libertarian was. Die Gary Johnson toen aanprees. Maar ja. Het heeft niet mogen baten. Het heeft niet mogen baten, nee. Dit was wel het beste jaar geweest overigens voor Ron Paul. Als hij had meegedaan en was 10 jaar jonger, dan zou dit echt een heel mooi jaar zijn geweest om toch behoorlijk wat stemmen bij elkaar te krijgen. Ja, hoe doet Joe Jorgensen het eigenlijk? Niet zo best. Okay. Smakeloos papier. Ja. Was maar Hornberger geweest, hè? Maar ja, goed, jammer. Goed, ja. Nou ja, we zijn er eigenlijk doorheen. We kregen trouwens nog wel in de Telegram chat een tip. Iemand die vroeg of wij een... ik ben nou even zijn naam kwijt. Iemand die post ook wel eens op het... een podcaster die post ook wel eens op Mises. De website van Mises.org. Hij is heel erg onderlegd in... Tenminste, hij heeft een paar podcasts en boeken geschreven over... hoe Mises aankeek tegen de Hegeliaanse dyslectiek. Weet jij wel eens van, Peter? Ja, actie, reactie, solution. Daar was hij Of hem een keertje wilde uitnodigen. Dus, dat je een probleem veroorzaakt en dan wacht op de woede des volks... en dan de voorgebakken oplossing gelijk voorschotelt. Ja, en dit was dan hoe Mises, Ludwig van Mises, daar tegen aankeek. Dus, ja, interessant. Ja, dus, misschien kunnen we hem een keertje uitnodigen. Dus, ik zit even te kijken, ook moet ik weer helemaal naar boven scrollen, waar het ook weer staat. Oh, we hebben best wel een hoop gepost, hoor. Jezus, man. Nog een hele even kijken, hoor. Ik ben nog steeds aan het scrollen. Hoe die man ook weer heette. Dus instituut, hier heb ik hem, Anthony. Zomerhof. Ja, die ja. Okay. Oh, je kent hem? Ja. Oké. Okay. Ja, ik kreeg zelfs een Skype-adres met de vraag of ik hem in de uitzending kan halen. Heb ik nog een hapje mee gegeten? Oh, je kent hem. Nou ja, goed. Ja. Dus ja, misschien zullen die gewoon een keer uitnodigen. Ja, goed idee, interessant. Ja, tenminste, ik had even om geklikt en ik zag gewoon een podcast waar hij het over Mises versus Hegel had. Dus, ja, hij zal wel vast wel meer dingen hebben gedaan, dus ja. Hij heeft wel een boek geschreven ook. Ja. Dus, lijkt wel leuk, die zal ik al een keer benaderen. En een keer dan hebben we een Engelstalige podcast. Ja. Goed, nou ja, beste mensen, dat was het eigenlijk voor deze week. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het deelnemen. Uiteraard de mensen die geluisterd hebben ook danken voor het luisteren en het reageren. Hartstikke leuk, het interactief zijn. En uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg een vrije week toe. En ik zou zeggen, hartstikke idee. Tot de volgende week.